Paul Elstak, the godfather of hardcore. Wat vind je daarvan? Ja, dat vind ik heel tof. Ja, ik kan dat niet ontkennen natuurlijk. Dat is toch wel een erkenning. Als ik toen al naar gekluisterd had naar kritiek... of naar hoe andere mensen willen dat jij muziek maakt... als ik toen al naar geluisterd... Ja, dan had ik niet geweest waar ik nu zit. Mm-hmm. Van Teun van Tanto Beat, zeg maar. Teun, ja. Die de muziek maakt voor Joost. En Joost dan, zeg maar. Die hebben mij gevraagd of ik ze wilde helpen met een stukje... Ja, het laatste stukje, zeg maar. Ja. Of ik daar mijn sausje overheen wilde gooien. Dus ik heb die sporen gehad voor dat stukje, zeg maar. Daar heb ik aan gewerkt. Want je bent, volgens mij, je moeder is Duits? Mijn moeder is half ja. Duits, half Litouws. Mijn vader is in Indonesië geboren, maar mijn opa komt uit Suriname. Surinaams-Javaans. Ja. En mijn oma Indisch-Chinees. Chinees-Indisch. Bro, je bent multicultureel, ja. All in one. Je bent niet mooi. Mijn naam is Surinaams, Elstak. Ja. Maar, dat is een slavennaam. Toen ging het zeker fout. Want toen ja, uiteindelijk ook een huwelijk gekost. En eigenlijk misschien al wel twee huwelijken gekost. Ik zei het altijd van, joh, ik had om de zoveel heb ik gewoon geluk. Dat ik in één keer een klappen maak. Kijk, die 90s revival is gewoon natuurlijk mij ook gered natuurlijk op de tijd dat het slecht ging met de hardcore op zich en alles. Maar heb je ooit getwijfeld in die periode dat je denkt, wow, hey. Ik vond het toen heel erg, ja, ik zat er heel erg mee, ja. Ik durf op een gegeven moment niet meer naar buiten, weet je, want ik was bang uitgescholden te worden of zo. Hey, what up, it's Game, man. Nando. Hey, what's up, yo, this is 50 Cent. Hey, this is Rihanna Fernando. Hey, yo, Fernando, what's up? DJ Khaled. Hey, what's up, everybody, this is J Balvin. Nando Lick, okay? Okay. Fernando, X is in that station for a reason, baby, aight? Nando Lick. Keep it hard, keep it banging. Welkom bij een gloednieuwe podcast, Real Talk. De podcast over motivatie, dromen. Hoe creëer je vanuit niets iets? Hoe ga je om met tegenslagen? Maar kortom, hoe bereik je je dromen? Als je het kanaal tof vindt, je weet wat je moet doen. Like, subscribe, deel. We hebben natuurlijk heel veel bijzondere mensen in de beelden gehad. Maar vandaag heb ik iemand in de beelden die ik persoonlijk zelf heel bijzonder vind. Waarom? Toen ik opgroeide, voordat ik hiphop checkte ik Too Unlimited. En deze man's muziek, die begon ik kort daarna te checken. Hij is een legend. Hij wordt gezien als een pionier van de hardcore, happy hardcore. Hij is nog steeds relevant. Je hebt zijn muziek overal voorbij horen komen. Zelfs op het Eurovisie Songfestival op de achtergrond. Ja, 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 die song die nu streamt en helemaal gek gaat online. Is ook beïnvloed door deze man. Ik heb het over DJ Paul Elstak. Right here. Right now. Ja, man. Welkom, man. Ja, dank je. En gewoon Paul Elstak. Geen DJ Paul Elstak. Paul Elstak. Je hebt je DJ weggegooid. Ja, ik ben meer artiest ook. Producer, artiest. Ja. Niet alleen maar ja, DJ. Ja. Dat zijn we vroeger. Nu is het gewoon Paul Elstak. Oké, okay, dat is gewoon duidelijk. Gewoon, nou, nee, ik ben wel DJ Paul Elstak als de billing op de alfabetische volgorde gaat. Oké, okay, dan weer wel. De D staat hoger hè, dan een ja, P. Ja, precies. En hebben we de DJ of de producer vandaag in de beeld? Maar jij bent alles omvattend. Gewoon de mens heel strak in de beeld. Ja, maar super nice, want we gaan het hebben over natuurlijk ja, jouw glansrijke carrière. Ik zei het al, pionier op het gebied van hardcore, happy hardcore. The Godfather wordt je ook wel genoemd. Wat vind je ervan als mensen zeggen, Paul Elstak, the Godfather of hardcore? Wat vind je ervan? Ja, dat vind ik heel tof, ja. Ik kan dat niet ontkennen natuurlijk. Dat is toch wel een erkenning. Ja, en ik was natuurlijk wel vanaf het begin erbij. Maar ja, er waren er meerdere vanaf het begin bij. Maar als je dan op een gegeven moment toch de stempel krijgt... Godfather, vind ik het wel tof. Je kan het jezelf niet zo noemen. Ja. Die stempel moet je echt krijgen. Die titel, zeg maar. En, ja. Bijzonder, want ja, zeg maar... Wat de mensen misschien niet weten. Zeg maar, jouw vader die zat in een soort Indo-rockband. Ja. En jij bent... Totaal iets anders gaan maken. Ik bedoel, vaak gaan nou, we zitten wel in de muziek. We zitten wel in de muziek. Ja, zeg. De muziek ja, hebben we, maar qua muziek, weet je groeide op. Je hoorde Stevie Wonder ook thuis, wat je ouders draaiden. Ja. Maar wat fascineerde je zo aan de elektronische muziek? Dat je dacht, dit wil ik gaan doen. Nou, eigenlijk, mijn eerste elektronische muziek kwam eigenlijk in... Ik luisterde heel veel funk. Vond ik echt, dat was heel tof, weet je wel. Van Cameo tot weet ik veel. En op een gegeven moment begonnen zij elektronische drums te gebruiken. Ja. En op een gegeven moment ook... Ja, het werd wat elektronisch in de muziek. En toen, ja, dat vond ik tof. Ja, waarom? Ja, weet ik veel eigenlijk. Ja, en dacht je toen gelijk van, ik wil dit ook maken? Of? Nee, dat was nog verder voor. Ja, dus ik vond die muziek tof. Toen kreeg je de eerste, was nog niet eens hip-hop, meer electric. Electro boogie muziek, zeg maar. Elektromuziek. Ja. Elektromuziek. En ja, dat vond ik echt heel tof. En van Johnson Crew tot, ja, een beetje echt die begintijd. Had je ook die moves en zo? Was je ook...
Ik heb in een breakdancegroep gezeten. Oké. Ja. Met mijn broertje en twee andere jongens. Dus dat is B-boy Elstak. Ja, maar we waren heel slecht. Alleen, het leuke was, je had geen social media, niks. En je had toch over 1 of 2 documentaires had je toen op VPRO of zo over hiphop. Ja. Uit Amerika beelden. En dat gingen we nadoen. Eén vriend had het opgenomen op videoband. Ja. Misschien moet je uitleggen wat VHS, dat was voor de mensen die het weten, je had VHS, daar een Betamax, of ja. Daarvoor had je Betamax. Dat waren van die grote kasten van, wel een mooie kwaliteit in die tijd dan. Ja, en dus dat werd opgenomen en dan gingen we het nadoen. Alleen, ja, niemand wist wat de breakdance was, of hiphop, of weet ik veel. En we waren een van de weinigen die dat een beetje konden. Ja. En dan waren we gelijk heel goed. Maar ja, we waren natuurlijk niet goed. Maar nee. Voor de mensen was het zo. Waar zijn deze beelden? Ik heb hem op mijn telefoon. Dan lach je eigen rot. Maar ja, dat is wel... Wat tof dat je ze nog hebt. Want dat is wel leuk. Ja. Weet je, dat is wel geschiedenis. Jazeker. En op een gegeven moment dacht je... ik ga iets anders doen. Ik ga de kant van de DJ op. Ik draaide echt disco, maar dan ook funk vooral. En op een gegeven moment ging ik in een discotheek draaien. In Rotterdam, toch? Ja, dan ben ik terechtgekomen. En daar had ik samen met Peter Slaghuis, was toen al een grote naam. Was een van de eerste DJ's die eigenlijk een naam had. Hij maakte al mixtapes, maar op plaat, zeg maar. Dus met tape recorders nog. Dus ik ben wel bij hem geweest. En ging die met een tape recorder en dan ging die... Ja, dan zocht hij een beat zo op. En dan ging die met een krijtje zo. En dan een andere beat met een krijtje en dan knippen en plakken en... Dat is heel moeilijk. Ja. En zo. Ja. Ja. Vroeger die edits gingen ook zo. In die oude discoplaten. Dan had je edits van... en dan als je dat mixt. Soms klopt het niet. Omdat het niet echt heel goed geknipt was. Strak. Ja. En dan als je daar dat mixte. Dan liep het eruit. Maar goed. Mensen gaan ons niet meer snappen. Denk ik nu. Maar in ieder geval. Hij was was ook een pionier in draaien. En muziek maken. Was een van de eerste die ook een hit had. Als DJ in Nederland. Het was... het nummer I Can't Wait van met New Shoes. Wat hij geremixed. En werd wereldwijd een hit. Niet alleen in de dance charts, maar ook in de pop charts. Ja. Hij heeft toen de tijd $500 gekregen voor die mix. Dus heeft hij gelijk geleerd, je moet altijd een percentage vragen. Ja. Want als hij toen al een percentage had gekregen van die remix, want dat zijn remix was de hit, hè. Dus het was echt baanbrekend. En ja, hij heeft toen meerdere remixen gemaakt en zo. En op een gegeven moment hits gescoord. Onder de naam Hit House. Jack and the Sound of the Underground. Dat soort nummers. Ik weet niet of je dat kent. En hij ging jou, wat u bij hem kwam, ging hij jou ook alles leren? Alle kneepjes van het vak? Ik heb door hem wel leren draaien, ja. Ah, oké. Dus daarvoor kon je nog niet draaien? Jawel, wel. Alleen, ja. Niet goed, dan, goed. Dan leer je gewoon voor meer. Ja, je draait echt voor een groot publiek, zeg maar. Ah. En heel divers, hè. Ik bedoel, house was nog niet echt house of zo. Het was gewoon, je draaide gewoon disco en... Dan had je blokjes, een blokje New Wave en een blokje dit, een blokje dat. En aan het einde gewoon Amerikaanse import. Bluetooth stond voor het strevende disco-muziek. En daar kwam ook, het was ook een hele grote discotheek. Daar kwam echt, heel Nederland ging er naartoe. Hij leerde jou bijvoorbeeld voor verschillende mensen draaien, of qua stijl of opbouw. Ja, ik leerde mixtechniek eigenlijk. Ja, daar leerde ik van hem. En. Op een gegeven moment ging ik muziek maken en we raakten bevriend. Ik reed met hem mee terug naar... Hij woonde in Rijswijk en vanaf Rijswijk nam ik de bus naar huis, zeg maar. Ik woonde toen nog in Den Haag. En onderweg liet hij wat dingen horen wat hij gemaakt had. En toen op een gegeven moment had hij een instrumentaal stukje housemuziek met een soort acid-achtergeluidje. En dan ging hij daar allemaal samples doorheen gooien. En dat hele proces heb ik dan meegemaakt. Elke keer liet hij weer wat horen. Ja, dat werd dan Jack to the Sound of the Underground. Ja, dus was toen een hele grote hit. Ook in Engeland. Ik zit zelfs ik zit ook in de videoclip van toen. Serieus? Ja. Hele personeel van Bluetooth zat in die videoclip. En je ziet mij ook tussendoor. Maar moet ik echt aanwijzen. Want dat is haast niet te zien. Maar daar zat ik toen al in. Wanneer was dat? Misschien 86 of zo. 88. Ja. In die tijd, ja. Wauw, pionieren, man. En dan op een gegeven moment... Hij draaide als eerste housemuziek. Dus hij draaide, en voor hem leerde je dat? Voor hem leerde ik housemuziek eigenlijk. Want hij kwam toen met een album aan. De Sound of Detroit. Detroit Techno. Ja. En ook Chicago House. Diepe Chicago House Tracks. Chicago Tracks heette dat. En dat is een hele diepe, diepe house. En hij draaide dat vooral op de vrijdagavonden. En
Het liep al moeilijk natuurlijk vrijdag. Maar dat draaide dus heel die tent leeg eigenlijk uiteindelijk. Want ja, hij liep echt voor op zijn tijd. Te ver tevoren. Ja. En op een gegeven moment kreeg je... kwam Acid House overwaaien. En toen ging het naar... Ja, de Roxy draaide dat en zo. En dan, ja, toen was het in één keer... hype om de Roxy. Omdat ze dan dat draaiden. Maar ja, ik weet gewoon... Peter draaide veel eerder. Ja. House alleen. Ja. Ja, niemand kende dat. Het werd helemaal niet gezien als iets nieuws of zo. En hij draaide de tent leeg. Ja, ongelooflijk. En dan was het ook op het moment... Was het ook zeg maar het moment dat je ook nog meer... ging interesseren in het produceren van muziek? Was dat, nou, kreeg je daar een beetje smaak te pakken van, hey, hij doet het ook? Ik ging een keer met hem mee. Toen maakte hij een remix voor Go See the Doctor toen, van Kool Moe Dee. Mm-hmm. En ja, ik zag hoe hij dat deed, dat was leuk. Maar ik werkte ook in een platenzaak, Midtown Records. En daar kwam op een gegeven moment iemand stage lopen, die later ook wel aangenomen was. Maar die jongen die maakte muziek met een ander jongen samen. Toen vroeg hij, joh, wil je met ons muziek, maar ook muziek maken? Nou, dat leek me wel tof, want ik had wel allemaal ideeën van samples van hoe je een houseplaat zou kunnen maken, weet je wel. Dus ja. Ik heb al die platen meegenomen en hebben we al die samples in elkaar gegooid. En toen hadden we onze eerste plaat gemaakt, dat heette... Father Forgive Them. Oké, was het met Holy Noise al? Ja, okay. We noemen ons nou... Er zaten samples in van de film Jesus Christ Superstar. Daar was ik helemaal gek van Jesus Christ Superstar. Ik kende de hele... Nou, ik ken nog steeds bijna denk ik de hele tekst uit mijn hoofd van die musical. En daar heb ik de muziek uitgehaald en samples uitgehaald. En nog wat andere nummer, andere dingetjes. Maar in ieder geval, het was best wel heftig voor die tijd. Dus ze noemden het Holy, omdat het uit Jesus Christ Superstar kwam. Ja. En Noise, omdat het Harry was ook. Dus Holy Noise. zo was het. En, dat was een collectief waar je een tijdje gewoon ook muziek mee ging uitbrengen. Want ja, toen had je ook eigen label opgezet, Rotterdam Records. Ja, dat komt later pas. Dat komt weer daarna. Kijk, we maakten die muziek en ik kende Peter Slaghuis en die begon net zijn label Hit House Records. Mm-hmm. En hij wilde onze muziek wel uitbrengen. Dus ik had die ingang met Peter Slaghuis. Dus we brachten de muziek uit. Dus de eerste release was op zijn label. En dan denk je, Father Forgive Them. Ja, dat was de eerste, ja. Ja. Maar ik kende daar ook DJ Rob van Parkzicht. Die kwam bij ons platen halen en we hadden ook een klik, zeg maar. En ik mocht zelfs een paar keer invallen voor hem als hij moest draaien ergens anders. In Parkzicht. Het is natuurlijk een legendarische house tent van vroeger. In het park bij Rotterdam. En hij kreeg van mij op een cassettebandje dat nummer. En hij draaide het van cassette, maar ja, vond het tof om exclusieve nummers te draaien in Park. Ik zeg, nou, dat werd echt een hit in Park. Ik zeg, dus ik weet nog, op maandag ging de winkel lopen. Toen kwamen de mensen, die plaat die gaan. En dan gaan ze het voorzingen, want je had geen Shazam of zo. Ja, ja. Ik bedoel, ja, je moest het hebben van de herinnering. Ja, ja. En heel veel werd naar die plaat gevraagd. Ja, die komt er niet uit. Want toen de tijd was er niet zomaar een plaat uitgebracht natuurlijk. Je moest geperst worden en wachten. En het duurde maanden voordat hij echt officieel uit was. Dan kwam hij eindelijk in Midtown binnen. Na honderden ingekocht. Dat was best veel. Ja, er werden warme broodjes uitgedeeld. Wauw. Dus dat was wel leuk hoor. Dat je dan... je maakt iets. En dat wordt dan gedraaid in Parkzicht op een cassettebandje. We zijn toen ook daarheen gegaan. Om te luisteren, zo te draaien. En je ziet al die mensen dansen. Dat was... Als je dat voor de eerste keer meemaakt. Dan denk je, ja, je zit in een studiootje. Je maakt de muziek. En dan zit je ineens in zo'n tent. Ja. En de mensen gaan helemaal los. En die weten helemaal niet dat jij het gemaakt hebt of zo. Maar die gaan... En denk, ja. Dan zou je het willen schreeuwen van, ja, dit is van ons. Ja, ja, vet. En dat was het ook het begin van de hardcore? Was het, zeg maar, ging je al die kant op? Of? Nee. Dat was nog totaal geen hardcore. Was alles nog house, zeg maar. Toen, ja. Toen kreeg je, toen maakten we Get Down Everybody. Toen maakten we James Brown is Still Alive. Weet je wel, die nummers. Maar dat ging best wel goed. Want ook, het werd best wel goed verkocht in Nederland ook. En we leerden twee jongens kennen toen. De tijd, hoe heet die nou? Neuf en nog iemand. Die deden multigroove dingen of zo. Mm-hmm. En toen hadden ze ons uitgenodigd voor een feest hier in Amsterdam ergens. Nou, het was allemaal toen illegaal. Dus je wist, kreeg van tevoren kreeg in één keer een appje. Of nee, geen appje. Ja, hoe ging dat toen de tijd? Volgens mij wel een begin van de telefoon. Maar je kreeg in ieder geval door waar de locatie was. Ja. En op het laatste moment ging ik daarheen. En het was illegaal natuurlijk. En toen hoorden onze nummers voorbij komen. Ja, dat was wel heel vet. Bijzonder, ja. Ja. En toen maakte je nog house. En toen, op een gegeven moment ging je, op welk moment ontstond, zeg maar, voor jou dan echt de hardcore? Dus je dacht, dit was, op een gegeven moment ging je ook die kickdrum ook nog... Toen ging overstuur alles. Ja. Ja, toen ging het... ik was geïnspireerd door
RNS Records en nog meer Belgische labels vaak, die ook wat stevige dingen uitbracht. Joey Beltram toen de tijd gewoon nummers, dat vond ik heel tof. En ja, onze eigen sausje eroverheen gegooid. En we hadden een, dus ik had het dan een Soundcraft Spirit Live gekocht als mixer. En als je die overstuurde, zeg maar, dan kwam er wel een mooi geluid uit, zeg maar. Dus ja. die kick, deze drum dan opengooien, kreeg je ineens een hele andere soort kick. Die veel langer. Ja. Ging je kraken, maar het kraakt niet echt, het ging oversturen goed. Ja. Als je een goede mengpaneel had, dan ging die alleen maar kraken. Dat was niet mooi. Ja. Nee, bij ons ging die gewoon, ja, er kwam een bepaald ander soort geluid van, werd het. En toevallig had je het juiste mengpaneel die dat ook nog eens. Ja, het is wel natuurlijk een beetje toevallig allemaal. Dat zou moeten zijn. Ja, en toen denk ik, nou, als dat met de kick kan, dan doen we dat ook even met de snare. Nou, dan kreeg je ook een heel ander geluid. Ja. En de klep kan ook. En dan hij het en op een gegeven moment alles open gewoon, weet je wel. Ja, maar op zo'n moment ontdek je letterlijk, zeg maar, het geluid wat wij dus nu dan ook kennen. Dat overstuurde. Ja. Eigenlijk zou je een patent op. Iedereen het. Maar ja, je komt daar toevallig achter. Ja. Het was ook een tijd dat er niet zo. Er waren geen regels of zo in de house. Als je uit die tijd ook die muziek hoort. Er zijn zo diverse soorten house nummers. Ja. En naarmate tegenwoordig heb je toch vaak dat het in een bepaalde hoekje zit. Van ja, je moet dit gebruiken, die geluiden. Zo moet je het doen, anders. Dan is het die sound en dan is het nu wat uptempo of zo. Maar dan is een soort harde stroming. Maar dan moeten we echt die geluidjes hebben. Want klopt het weer niet. Ja. En misschien EDM ook, weet je wel. Dan ja, je moet een bepaalde sound hebben. Bepaalde, die sidechain moet erin en weet ik veel wat. En dat zijn allemaal regeltjes, zeg maar. Ja. Maar in de begintijd had je die niet. Dus wat vind je ervan? Ontwikkelde zich zoveel leuke stromingen, zeg maar. Ja, mis je dat wel? En het is een soort vrijheid, om zeg maar. Ja, uiteindelijk heb ik toch een beetje eigenlijk die vrijheid altijd wel een beetje als leidraad wel gebruikt eigenlijk. Ik durfde wel om af te wijken. Ja. En het werd soms niet, of vaak niet in dank afgenomen. Maar goed, je doet gewoon wat je tof vindt. Ja. Want hoe merkte je in die tijd dat jouw vrije keuzes zeg maar niet in dank werden afgenomen? Was het bijvoorbeeld mensen dat niet gingen dansen? Ik vind het hardcore tof, vind, weet je, van toffe sound. Ja, en dan kreeg je op een gegeven moment stempel, ja, commercieel, dit en dat. Want het sloeg wel aan. Mm-hmm. Ja, ik heb ook niks aan doen. Maar ik vond het gewoon een toffe sound. Ja. En dus dan werd je op een gegeven moment door je eigen publiek, zeg maar, uitgekotst. Omdat je succes had met iets. Met een Hoe was het voor jou? Want aan de ene kant heb jij, zeg maar, die sound helpen bouwen. Zeg maar, die distorted kick en de geluiden, weet ik veel wat. Dus eigenlijk ben je letterlijk de godfather. Ja. En dan zeggen. En dan een keer ben je de sell-out. Ja. Hoe is dat, zeg maar? Als ik nu zie, dan. Dus, ja. Dus ik kijk er nu heel anders tegenaan. Ik ben blij dat ik het gedaan heb, want anders had ik niet gezeten nu. Waar ik nu zit, zeg maar. Mm-hmm. Anders. Als ik toen al naar gekluisterd had, naar kritiek. Of naar hoe andere mensen willen dat jij muziek maakt. Als ik toen al had naar geluisterd. Ja, dan had ik niet geweest waar ik nu zit. Mm-hmm. Dus. Dat betreft ben ik blij dat ik wel gedaan heb wat mij, waar mijn hart bij, naar mijn hart geluisterd, zeg maar, naar mijn gevoel geluisterd. En heb je ooit getwijfeld in die periode dat je denkt, wow, hey, ik vond het toen heel erg, ik zat er heel erg mee. Ja. Ik durfde geen niet meer naar buiten, weet je, want ik was bang uitgescholden te worden of zo. Of, weet je, als je grappig rondliep. Maar gebeurde dat ook? Dat zeker wel, ja. Dan loop je op straat en zeg je, sell-out of zo. Ja, vervrijer. Ja. Dat is toch, wauw. Ja. Maar ondertussen wel naar de commerciële feestjes gaan met z'n allen? Dat hadden ze niet door. Dat dacht ik ook. Weet je, maar ken je ook geen social media? Dus ik kon niet eventjes zetten een tweetje zo van. Zo denk ik erover. Dat was ze niet. Ja. Dat was je had de stroop en je had wat de Thunder Magazine. En daar kwamen ingezonden brieven. Heel vaak ook negativiteit over happy hardcore, dit en dat. Maar je kan je niet verdedigen. Dus ja, dat is gewoon. Dat kon dus niet. Dus ja, dacht ik heel vaak en nog steeds. Hè, als we nog steeds wel eens iets horen voor dit en dat. Denk ja, maar je gaat gewoon naar een commercieel feest. Hoor, ik weet niet. Ik bedoel, een underground feest voor 25.000 man is niet echt underground of zo. Ja. Maar in die tijd dat je dan ook zo succesvol bent. En dat er ook nog, dat je heel veel gezeur krijgt. Ga je dan minder over straat lopen? Veranderen dingen in je leven? Ja, minder over straat. Toen ging ik veel stad in gewoon.
Ja, er kwam wel veel geld binnen natuurlijk. Omdat het ook nog commercieel succesvol was. Nou, dan ging je dure kleding kopen of zo. Ja, om de pijn te verdoven of zo. Ja. Dus hoe meer ze jou gingen haten, hoe meer jij ging stoppen. Ja, zeg maar, kijk eens. Ik, Ja, dat is eigenlijk een psychisch dingetje. Ja, dan zegt die black man in jou. Dan zegt hij op een song. Ja, maar ik heb dan nog steeds wel een beetje twisten. Ik heb nog steeds, ik hou van mooie dingen. Ja. Maar dat komt ook meer voor vroeger, omdat we hadden vroeger nog geen geld. Ben je met weinig geld opgegroeid? Ja, zeker. Hoe zag dat eruit dan? Ik moest zelf vanaf 14e, 15e, mocht ik Krantenwijk lopen. Ja. Dus daar, zo ben ik begonnen. Anders had je dus geen geld voor jezelf. En ik kon ook platen kopen. Ja, dan moest je allemaal zelf verdienen. Dus tomaten plukken gedaan, scholen schoonmaken, weet je. Dus, groenten, boenen, de was zetten, ramen zemen. McDonald's gewerkt, een van de eerste McDonald's nog gewerkt. Ook daar was je pionier. In de tijd, volgens mij was er 1 of 2 McDonald's er maar. Eén in Amsterdam en eentje in Den Haag in de Vlamingstraat. En daar heb ik toen gewerkt. Wauw. Er stonden mensen die, gaf je die hamburger. En dan mensen vroegen van naar het bestek. Van waar is het bestek? Ja. Die komt niet! Dat was allemaal heel nieuw. Wauw, toen was je 14, 15 toen je daar werkte? Ja, toen 16 denk ik. Oh, wauw. Ja, dat was een hele andere tijd natuurlijk. Ja, ja. Toen was de Big Mac was daar. Dat was gigantisch groot natuurlijk. Ja, ja. Nu is een Big Mac is gewoon niks. Dus denk ik, wat is dit dan weer? Ja, je kan eens je holocaust mee vullen. Wie koopt er nu alleen maar een hamburgertje? Ja. Volgens mij bestaan die eigenlijk nog wel. Nee, je hebt ook nog steeds Big Mac. Heb je ook nog steeds? Ja, de Big Mac, ja. En dan heb je ook die hamburgers, die bestel ik meestal. Ja. Ik ben nu op dieet, dus dat durf je niet. Maar die kleine, die blijven altijd in. Ja. En de beste frietjes hebben ze. Ik heb laatst gezien dat het ook geen echt friet is. Er zit volgens mij geen aardappel in. Oké. Okay. Dat is ding wat ik nooit weet. Maar dan ga je anders naar kijken. Toch? Wat is het? Plastic? Ik weet niet wat het is. Nou, je kan het gelukkig jaren laten staan en het verandert gewoon niet. Dat is niet best. Dat is niet best. Hè? Soms vind ik het fijn om ontwetend door het leven te gaan. Soms denk ik van, ja, maar dat is crazy. Maar wat veel mensen ook niet weten, is dat jij zeg maar ook... Het ging heel goed met jou op school. Je volgde zelf een rechtenstudie. Je hebt VWO gedaan en je ging dus toen rechten studeren. Ja, in Leiden, universiteit. Ja, man. En op een gegeven moment dacht jij, peace out. Nou ja, toen was ik al... ik was een beetje aan het breakdance. Ik was muziek aan het draaien. Ik was een DJ, weet je wel, in een clubhuis. Dus die hippe guy toen ook. Nou ja, ik was daar vreemd etend bijt. Want ik liep daar met mijn breakdance outfit, weet je wel. Dus die zo'n regenpakachtig ding, weet je wel. Dat ik moet draaien en zo. En dan liep ik daar in Leiden, weet je wel. Ja, kijk, zie je die gek aan van... Ja, deze guy. Ja. En ik voelde me, was dat dus niet... voelde me daar niet op gemak. Ik denk toch wel, als je echt wil studeren, dat je dan... Je moet dan ook wel echt wonen en zo. Je moet er echt wel in die community opgaan. Ja, was niet van me weggelegd. Dus ik ging vanuit Den Haag naar Leiden. En dat was dan iets van 1,5 uur reistijd. Ja, en als je dan... In het begin ga je wel. Maar ja, als je op een gegeven moment... dan heb je 1 les maar of 2. En dan denk je, ja, ik sla die wel over. Want dan moet je 3 uur reizen. Ja. En dan voor een uurtje college. Ja. En op een gegeven moment ga je steeds meer skippen. En op een gegeven moment leef je alleen maar voor de... Dan ben je daar op de universiteit voor de studiebeurs. Daar leeft hij op. Wat was van die ouders ervan dan? Dat je op een gegeven moment dan stopte. Ik bedoel, moeders hebben best wel van... Ja, die waren wat teleurgesteld natuurlijk. Ja. Mijn opa was toen helemaal teleurgesteld. Omdat hij was heel trots dat een L-stok op de universiteit zat. Oh, wauw. Ik kan me ook voorstellen dat het ook pressure met zich meebrengt. Want aan de ene kant denk ik wil mijn passie volgen. Maar je wilt ook je ouders en je familie tevreden of happy maken. Ja. Ja, ik weet niet waarom ik het toch... Ja, ik ben toen op een gegeven moment toch maar gaan draaien. Ik kwam in Bloedekin, had ik gesolliciteerd. Ik ben aangenomen. Dan moest ik 4 dagen in de week... was er 5 dagen in de week bezig eigenlijk. Donderdag, vrijdag, zaterdag, zondag draaien. En die woensdagmiddag moet je dan in de discotheek zijn. En dan ging je het krantje in elkaar zetten. Het Bloedekin krantje. Dus top 10's en wat verhaaltjes en weet ik wat, alles in elkaar zetten. Dus ik was daar fulltime mee bezig. Dus het was gewoon een baan. Zo. En zo werd het ook betaald als een baan. Ja. Dus niet veel. Maar wat verdien je in die tijd dan? Ja, gewoon niet veel. Minimumloon gewoon voor een maand. En wanneer werd het serieus dan dat je dacht van... Zie je waarom ik ben gestopt met school? Ja, serieus werd het pas toen de DJ de ster werd. Hè? Dat was toen niet zo. De DJ was gewoon... Ja, die draaide muziek, maar
that's it. Mensen gingen naar de Blue to Kin. Die gingen niet naar Paul Elstak. Maar wanneer werd Paul Elstak de ster toen? Ja, langzaamaan toen ik met Holy Noise Hits scoorde. Toen werd ik wel, viel het wel op. Toen op een gegeven moment werd ik gevraagd voor Thunderdome te draaien. Als DJ Paul tussen haakjes Holy Noise. Okay. Wel die referentie naar Holy Noise. Ja, toen... ik had me dan het label Rotterdam Records opgestart. En dat was heel succesvol. Dat was eigenlijk de eerste Gabber label, waar het echt gewoon alleen maar hardcore werd uitgebracht. Ja, hardcore heette toen Gabber. Ook daar was je pionier in? Ja. Ja. Ja, waarschijnlijk. Ja, eigenlijk wel. Ja. 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 Dat was voor mij, ik vond het tof om een label te hebben waar ik mijn muziek die ik tof vond uit kon brengen. En nou, dat ging heel, heel goed eigenlijk. En binnen een jaar of zo al werd ik uitgenodigd om op Mayday te draaien. Nou, ik wist niet wat Mayday was. Dat is heel groot, zo'n rave parade, toch? Ja, dat was echt de rave parade van Duitsland, ja. En dat was toen... Ik heb laatst opgezocht wanneer ik dat nou was, die datum, dat de eerste keer in Duitsland draaide. Dat was 12 december 1992. Oh, dat is fuck. Dat is lang geleden, hè? Ja. 32 jaar geleden. Ja, 33. Wauw. En toen heb je daar gewoon... Nou, toen kwam ik daar aan met mijn plaatjes en toen... hoorde ik al die DJ's, die rijden er gewoon Rotterdam Records en nummers allemaal. Was echt zo, hé, wat gebeurt hier? Want ik had, ja, je weet het allemaal niet, want de social media was het dus niet. Ja. Hè? Dus dan kom je echt van, hé, ze kennen al die muziekjes. De publiek gaat helemaal los op die... Op die dus ja. Daar besefte je pas eigenlijk hoe groot de muziek was. Ja, nou moet je jouw muziek tweeën brengen. Nou, wow. Eigenlijk, want ja, je draait zelf wel, maar als je dan ergens anders komt, een ander land, en die mensen kennen die muziek en ze draaien het allemaal en ze gaan allemaal... Ja, dan besef je van, hey, wat de impact jou... ja, wat je zit te klooien in je studiootje. Ja. Wat dat teweeg brengt. Bizar. Maar wat ik ook tof vind aan dit verhaal is dat je ook best wel ondernemend bent. Dat je dus op een gegeven moment besluit om je eigen label op te zetten. Ja. Je bent een guy die komt van de universiteit. Ik weet je wat, ik ga gewoon focussen gewoon op mijn muziek. Ga dit doen. Ik heb toen met Holy Noise onder een ander label muziek uitgebracht. Weet je wat, ik ga gewoon mijn eigen label opzetten. Mm. Dat is best wel ondernemend. Is dat... Ja, nou ja, niet zover ondernemen dat ik het helemaal zelf doe. Mm-hmm. Ik zat bij Midtown Records en ik vroeg aan Midtown Records... want die ging ook platenlabel opstarten, want House kwam in. Mm-hmm. En die zagen er wel brood in. En toen vroeg ik aan hun van, joh, ik wil ook een label starten. Dus zo, ja, oké, okay, want ze waren wel... ik werkte daar gewoon natuurlijk. Dus, nou, dat was goed. Alles, ik mocht alles doen op het label. Ik ben gewoon de labelmanager. En zij, het enige wat zij doen is, ze betalen alles. Ze doen royalties, weet je wel. Dus geen hoofdpijn voor mij. Voor mij is het alleen maar uitbrengen. En zeggen wat, ja. Wat ik bemoedig je niet met de business. Zij bemoedigen er niet mee, nee. Jij bemoedigt je niet met de business. Nee. Ging het daar al fout, zeg maar? Want later in je biografie vertelde... Ik had toen niet zelf kunnen doen, want... Ja, dan moet je ook gelijk hele administratie. Je moet iemand voor je werken die precies bijhoudt wat er verkocht wordt. En, ja, dat was niet te doen. Ja, want toen had je... Want dan komen we later op terug. Want op een gegeven moment had je ook een hele grote belastingsschuld. Ja. Maar in deze periode ging het nog goed. Dit was een periode... Ja, toen was er nog niet, er kwam nog niet veel binnen. Was het de beginperiode. Het was gewoon... Toch, ik had gewoon een leuke auto rijden. En ik, hoe leefde je toen? En die periode? Toch gewoon normaal. Weet je, ik had natuurlijk ik was gewoon een baan bij Midtown Records. En bij Blue to Kin draaide ik ook nog erbij. Ja. Mijn vrouw toen de tijd had ook gewoon een baan. Dus, je was toen ook getrouwd. Hoe oud was je toen? Ja, toen was ik zo... toen ging ik trouwen, iets van 24 of zo. Best wel jong getrouwd ook. Ja, ik was... Even kijken hoor. Ik was 24 toen ik vader werd. Mijn dochter, je hebt twee dochters en een zoontje, ja, toch? Ja. Dus, maar je bent best wel jong getrouwd. Ja, ja dat was ik eigenlijk met 24 getrouwd. Ja, dat is jong. Maar aan de andere kant, ja, mijn ouders waren 18 toen ze... Oh ja. Ja, dat is jong. Je was gewoon letterlijk meegenomen en het serieus. Maar gelijk huisje, boompje, beestje. Gewoon, toen was je de family man. Huisje, boompje, beestje. Toen ik mijn eerste hits kreeg. Dus ik was ook geen... daarom was ik ook zeg maar nooit, ik gebruikte ook nooit drugs en zo. Want ik zat in een heel andere fase van mijn leven, zeg maar. Mm-hmm. Ik maakte wel muziek en ik vond het tof om te draaien en zo. Maar feestjes, nee, want ik was gewoon huisman voor de rest ook. Het is een huisman, gewoon vader ook en zo, weet je wel. Dus ja,
Dat is een heel ander soort leven. Dus als je niet werkt, dan was je gelijk weer thuis bij het gezin. Ja. Maar soms is het muziekmaakproces. Ik heb natuurlijk best wel veel mensen ook gesproken die ook gezin hebben en die ook muziek maken. Soms gaat het ook ten koste van je family time. Hoe was het voor jou in de tijd dat je succes zeg maar begon ja, te... Ja, toen in één keer, ja, toen ging het zeker fout. Want toen, ja, uiteindelijk ook een huwelijk gekost. En eigenlijk misschien al wel twee huwelijken gekost. Ja? Uiteindelijk, ja. Ik ben natuurlijk niet zo lang geleden weer gescheiden. Van toen, wat mijn liefde van mijn leven was. Maar ja, ook door het werk, weet je wel. En ja, op een gegeven moment, in het begin is het allemaal leuk. Tot er natuurlijk een kind bij komt. En dan kan je partner kan niet meer mee. Die zit dus vast thuis. En dan is het natuurlijk niet zo leuk meer als ik weg ben en zij niet. Ja. In het begin gaat het wel even, maar op een gegeven moment breekt het wel op. Maar je bent twee keer getrouwd geweest? Ja. Maar de tweede huwelijk, was dat met Christel? Ja. Maar Christel is toch van pas? Toch moeder van je zoontje, toch? Ja. Ja, pas, ja. Ja, ja. Nee, mijn hoofd zeg maar, is pas van 2-3 jaar geleden nog. Ja, klopt, ja. Toch? Ja, toch? Oké, Olek. Did I miss a wife? Ik zit te denken. Want ik heb dat beeld over blonde vrouw. Want ik had een keer een interview gezien dat ze toen bij jou thuis waren. En dat zij achter de computer zat. Ja, cool, ja. Oké. Nee, ik heb fotografisch geheugen. Vandaar dat ik dus... Ik werk in beelden. Is hij nou... Oké. Ja. Dus wacht even. Maar zeg je nou dat... Dat is misschien leerzaam voor de mensen die ook met muziek bezig willen zijn. Of die iets serieus hebben. Maar zeg je nou dat doordat je te druk kreeg... Dat daardoor je huwelijk sneuvelde? Nou ja, ja. En ook... dat wel een groot deel mee te maken heeft wel, ja. Kijk, je bent gewoon... Je wil dat bereiken. Je bent heel fanatiek in de muziek maken. En dan laat je steken vallen natuurlijk thuis weer. Eigenlijk moet je het beste zijn als je gewoon vrijgezel bent. Dan kun je gewoon echt helemaal ervoor gaan. Maar je moet het wel een beetje verdelen. En in de begintijd was het heel veel investeren. Muziek maken, draaien, dit en dat. Ja. Want toen het begon... Toen, ja, de criticasters die hoopten ook dat het maar een wave was. Eventjes die gabber snel weer weg. Ja. Maar goed, dat idee had je natuurlijk zelf ook van... Ja, ik heb nu een succes... Maar ja, ik weet niet hoe lang het duurt. Ik moet overal ja op zeggen. Anders dan raak ik geld kwijt, toch? Zat daar ook een beetje die angst van opgroeien zonder veel geld? Dat je denkt van... Zeker, ja. Ja, dat zit er ook bij. Want dan, je wilt nu komt er geld binnen. Dus je wilt alles naar binnen halen voordat het weer voorbij is. Ja. Dat is een voetballer die dan ook met 10 jaar kan voetballen of zo, noem maar wat. Of 20 jaar. En dan gaan. Ja, en daarna is het gewoon helemaal klaar. Daarna heb je tijd zat. Alleen... degene waar je mee bent, ja, wil die zo lang wachten. Maar kreeg je dan bijvoorbeeld af en toe dan boodschappen van... Oh, wanneer kom je weer thuis? Het is meer van, ja, ga je weer weg. En dan, ja, toch een beetje van, ja, kun je weer niet mee. Ja, en als je thuis bent, een weekend dan, of zondag. Ja, de zondags draai je niet zo vaak natuurlijk. Mm-hmm. Ja, als je s'nachts 5 uur thuis komt, ja, dan ben je niet een frisse fruitige een paar uur later, weet je. Ja. Dus, ga je dan wel mee naar een verjaardag of iets, maar dan ben je niet helemaal frisse fruitig. Ja, dus je leeft een beetje langs elkaar heen eigenlijk. Dat is een ander... ook wel, ja. En maar dan ben je dus op dat moment ben je bekend en heb je ook nog eens heel veel vrouwen die achter je aan zitten. Ik bedoel, je bent een goed uitziende guy, je bent succesvol, je verdient geld. Hoe ging je daar dan mee om? Ik heb het eigenlijk zeker in het begin helemaal niet. Dat was ik alleen maar bezig. Ik zag het nog, zonder ze te flashen bij spreken. Had ik nog ineens door. Je was op de money, let's go. Ik ben aan het draaien. Zag je die meiden? Kijk maar zo. Nee, ik was alleen maar aan het draaien, weet je. Ik had er helemaal totaal geen oog voor. Tot op een gegeven moment wat... je hebt mijn huwelijk dat het dan slechter gaat. En dan ben je dag en nacht op pad met een beeld mooie vrouw. Shady toen. Ja, en daar ben ik toen verliefd op. Shady? Ja. Oh, wacht even. Edmond, fotograaf. Ik ga het nu zeggen. Zwart haar. Ja. Je ziet er up close. Don't leave me alone, cause I need you so. Wauw, ja, snap ik. Ik was ook verliefd op haar. Maar ja. Als ik keek naar haar, ik denk... Nooit geweten, man, dat je iets met haar hebt gehad. Mooie vrouw, hoor. Ja. Is ze nog steeds zo mooi? Of niet? Weet niet, ik heb haar lang niet meer gezien. Ik heb een tijdje geleden wel weer eens gezien. Toen was ik natuurlijk in het vrijzelle periode. Dus ja. Toen grappig, heb ik haar gezien, maar... Ik vroeg me dat als... Maar dat song zei ze heel verliefd op toen ook, ja. Song zei dat ook, of niet? Het refrein. Don't Leave Me Alone wel. Maar de andere dingen niet. Oké. Dus Rainbow the Sky was, Ingrid Simons. Ja. Promised Land Ingrid Simons. Love You More was Ingrid Simons. Ja.
Ray Vaughn was weer Lindsay. Die met blonde haren. Ja. Ja, met blauwe ogen, ja. Ja. Ik heb alles nog in mijn Netflix. Je ziet het, ja, hè? Ray Vaughn. Ja, maar. Ik zeg, als kind zat ik echt zo te keulen. Het leuke is, je kan hem nog steeds draaien. Ik draai, van de weekend nog, je draait al die nummers nog. En iedereen zingt ermee, ja. Maar shout-out, laten we Ingrid even een dikke shout-out geven. Wat een stem. Ja, die was sowieso een goede zangeres. Die zat ook... Tiespoen zong ze ook heel veel dingen voorin. Oh, okay. Ja, dat is... Ja, nou, Tiespoen, ja, volgens mij heeft zij... No time to waste, wel ook, I got to deal with hers. Ja, volgens mij was zij er, ja. Maar kijk, hoe kwamen we aan haar? Kijk, we gingen... Love You More doen, ja. Ik had eerst Life's Like a Dance. Dat was geen zangeres, maar een sample. Dus die was top 40. Dat was mijn eerste top 40 hit. Ja. Show Me, Show the Way. Nou, een beetje valsig was het, maar dat was wel de charme van het nummer. Nou, door... hoe heet die nou? Die van... Spits. Dit van... hoe heet die nou? Jeroen van Inkel heeft dat eigenlijk een hit gemaakt. Die heeft hem heel veel gedraaid toen. Oké. In de avondspits had hij het programma. Ja. En ja, wat daar veel gedraaid wordt, wordt een hit, zeg maar. Ja, zelfs de Jeroen van Inkel. Ja, see you. Ja, maar, ja, weet ik wel, dat weet hij ook. En, dus dat Life's Like Dance was een hit. En dan moest je een opvolger. Nou, toen dacht ik van, weet je, wat moet ik nou als opvolger doen? Ik denk, nou, Park zich was het nummer Love You More, hè, van Sunscreen. Was een soort a cappella-achtig iets. Was heel mooi, weet je, een beetje trancy-achtig. Ja. Ik denk, nou, die was heel populair in Park zich. En toen dacht ik, nou, als ik daar nou een versie van maak. Ja. Dus want ik had nog een ander nummer in mijn hoofd die dan als qua piano het intro zou moeten zijn en dan een versnelling in de piano, weet je, dat had ik in mijn hoofd. Dus dat dus dan neergezet, de hardcore versie dan. En toen ben ik naar Koen Ardi gestapt, die maakte dan de radioversie. Clubheads, ja. Ja, later de Clubheads. Ja, ja. Die, ja. En toen tijd Ultimate Seduction maakte zijn nummers ook onder. En toen ja, dus die dan moest ingezongen worden. Toen hadden we al, met Luister Lekker Dance had ik al Shady als danser, als soort zangeres, weet je wel. Dus die was al, deed mee met de show. Zij zei tegen mij, ja, ik kan goed zingen. Toen had ik al een beetje wat met, hè. Ja. Dus, dus ik zei van, nou, zij kan misschien wel inzingen. Dus ik haar meegenomen. Toen ben ik weggegaan. Ik naar, ze kunnen, toen ben ik niet bij. Ja. Toen misschien zenuwachtig. Dus op een gegeven moment, na een paar uur, kwam ik terug. En ik zag Adi en Koen en zo van... Ja, die waren niet zo tevreden. Oh. Bleek dus dat de knijt de vals was. Dus ik kon nog helemaal niet zo goed zingen. Dus, ja. Jij was verblind door uiteindelijk. Maar ja, ik wil ook zingen. Ga maar, joh. Ja, 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 stel, ja, zij zegt dat ze het goed kon zingen. Maar dat was dus niet zo. Niet goed genoeg, sowieso niet. En, maar ze zei, weet je, straks komt Ingrid Simons langs. Want die ging wat dingen voor hun inzingen. Want ze deden nog meer projecten, weet je, voor Arcade of zo. Als ze geen sample, geen clearance kregen voor een nummer, moest zij de, gingen zij dat namaken, het nummer. Ja. Ingrid Simons zou ook langskomen. Laten we haar, laten we even zingen. Kijken of zo, hoe, dat, hoe zij dat doet. Nou, één teken, bam. Ja, veel beter. Alleen voor de Happy Hardcore Sound was het natuurlijk best wel soulful stem. Dus we hebben er wel eentje omhoog gepitcht. Dan krijg je net iets meer dat Happy Hardcore vibe. En ja, dat werd nog een grotere hit. Vet. Want dat was Rainbow in the Sky. Rainbow in the Sky nee, 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 was Love You More. Was Love You More, ja, die heeft, oké. Okay. Die was nog een grotere hit. Die werd echt nummer 2 of zo. Dus dat was echt een mega hit. En ja, maar we hadden iets van, ja, wie gaat... Nou, weet je, doen we dan... wat dat? Shady wordt dan de zangeres. Die schrijven naar voren. Ze ziet er super mooi uit. Die kreeg een zangles daarna of zo? Nee, nee, gewoon die was dan was de zangeres. Oké. Okay. Zo ging het, tegen, ging het toen de tijd. Geniaal, man. Maar ja, jij kan zingen. Ja, ja, ga maar, ga maar. Maar, ja, ja, ik dacht, ja, denk, ja, is goed toch? Maar nou, dat was, dat ging dus niet. Maar Don't Leave Me Alone heb ze dan wel gezongen. Maar dat was natuurlijk best wel makkelijk. Dus maar één... Don't leave me alone, because I need you so. The drumbeats go, like... Mm. Ja, dat is MC Irving. The drumbeats go, Die breakbeats, ja. Ja, dat breakbeatjes erin, ja. Ja, want dat, was, dat vond ik ook zo herkenbaar aan jou... Aan de muziek die hij maakte is zeg maar de nadruk op die goede breakbeat. Was dat zeg maar een soort was het bewust dat je dacht van dit moet erin naast die piano riffjes die drumbeats. Dat viel me altijd op aan jouw muziek. Ja, dat was goed omdat, uitgekozen. Omdat anders was het een beetje leeg zeg maar. Dus om het een beetje groove te geven, deed je die breakbeats erin. Ja. Jumpies go, de jumpies go. En gaaf. En zeg maar want daarna kwam opeens Lindsay. Ja, dat komt verder na. Omdat toen, ik had natuurlijk wat met Shady. Ik ben ook met samen gaan wonen. En zo op een gegeven moment ging ik terug
naar mijn vrouw toen. Oké. En toen ja, was wel de voorwaarde van, ja, maar dan gaat zij eruit. Ja, het kon niet dat ik ook met haar nog ging toeren. Terwijl... Ah, oké. En dat is, want ik zag haar op een gegeven moment niet meer. Dus ik vroeg me af van, what happened, that what happened. Dus oké. Dus je woonde een tijdje met haar en toen ging je weer terug naar je vrouw. En toen was CD weg. En toen moest je, toen kwam die Lindsay. Ja, toen kwam, ik weet niet via wie. Toen zei ja, we hebben een zangeres die dat wil zou kunnen doen. En ja, zij kon ook wel redelijk zitten. Zij werkte toen in de skiert. Ja, dat was het volgens mij, ja. Of daarna, of daarvoor. Ja. Dat weet ik eigenlijk niet meer. Maar goed, zij kon wel een beetje live zingen. Dus het was wel beter voor de show dat er ook echt wel gezongen kon worden. En die MC die je toen had, The Drum Beats Go. MC Irving. Spreek je hem nog? Hoe gaat het? Ik zie hem nog wel eens, ja. Er was een tijdje dat hij helemaal weg was. Dat was een slechte periode voor hem geweest. Ja. Toen heeft hij wel het licht gevonden bij de kerk. Ja. Toen nu, ja, treedt hij nog wel eens op. Wel vet. The Drum Beats Go. En was het ook bewust dat je ook dat rap gedeelte ook erin wilde hebben? Dat het MC ja, op dat de erbij, weet je. Ja, dat was echt een soort combinatie. Hè? Dat was ook met de Eurodance, weet je wel. Ja. Ja, er zit altijd een rapje in. Ja. Toen dacht je, ik gooi het gewoon even. Ja. Maar heel melodieus. Bijvoorbeeld Rainbow in the Sky, hoe die is opgebouwd. Dat is echt gewoon, wat mensen misschien niet weten, zeg maar, het origineel van Rainbow in the Sky is op een veel langzamere BPM opgenomen. En dan heb je het vervolgens gewoon een klein beetje omhoog. Nou ja, nee, versneld. Het is sowieso altijd weer plus één. Hè? Ja. Eén nootje omhoog. Ja. Waardoor dat is bij één keer toen gedaan. En ja, het was dus, kijk, ik had natuurlijk. Mijn inspiratie was. Hoe heet het nummer nou? Nou, in ieder geval een Italiaans nummer. Ik kwam ergens. Ja. Die Italo disco, die Italo house, vond ik heel tof. Mm-hmm. En zo'n nummer die vond ik echt tof. Ik denk, nou, daar wil ik wel een soort versie van maken, zeg maar. Maar toen heb ik toen de tekst veranderd. En de ingrediënten zaten er wel in. En ja, dat is dan Rainbow in the Sky geworden. Maar dan een stuk sneller dan. Ja. En ingezongen door Ingrid Simons. En door jou geschreven. Want je schreef terwijl je op tour was. Ja, in Australië of zo. In de vliegtuig zat ik. Toen ging ik de tekst verzinnen. Weet je van, nou, ik ga een andere tekst maken erop. Ja, stond heel stom. Maar ja. Maar goed, songwriter ook nog erbij. Goed, songwriter ook nog erbij. Ja, dan werd nog. Alleen de bridge die heeft Koen Addy toen gemaakt. Ja. Maar wat een toffe combinatie. Want zeg maar, ik was altijd, ik stelde die boekjes te lezen. En dan zeg ik ook, dat May the Force Be With You, dit me altijd aan Star Wars denken. Ja. Kwam dat ook daar vandaan? Ja, maar dat met de C kon ik nog niet doen. Dus dan met Z. Ah. En mijn bedrijf heette The Force. Ja. Ja. En de intro had vroeger ook met Star Wars. Maar was je vroeger een fan van Star Wars of zo? Ja, vroeger wel, ja. Oké, grappig. Maar ik dacht van, met de voorspel is het. Als ik hem ooit ontmoet, grappig, dan ontmoet ik je. En dan kan ik dat soort dingen vragen. En het beertje. Van waar was dat beertje dan, zeg beertje, maar? Ja, dat was, kijk, ik was wat dat betreft ook wel eigenlijk weer, wat je zegt, ondernemend. Ja. Toen ik in Duitsland draaide, in de Mayday, toen door Mayday, dat bleek dus een heel groot feest te zijn. Kreeg ik allemaal aanvragen uit Duitsland om allemaal feesten te draaien. Ja. Ja, dus daar ging ik overal draaien. En toen merkte ik op dat op al die feesten, die revers hadden allemaal van die t-shirts met prints. Toen dacht ik, ik ga ook gewoon een shirt maken met een print, want in Nederland had je dat niet. Ja. En dat heb ik dan gedaan. En dan via leerde, daar was iemand die dan wel leuk kon tekenen. Dus ik kwam bij ons kantoor en dan kwam die allemaal, wat heb je allemaal? Nou, allemaal ontwerpen. Nou, we hebben een paar gekozen. Hebben we voor betaald. De eerste was Don't Go With Strangers. Dat was een soort monster die gaf snoepjes aan een grabbertje, zeg maar. En dan zag je alleen maar twee schoentjes nog, weet je wel. Dus dan was hij meegenomen natuurlijk. Ik kreeg nog één of twee designs. En dan volgens mij de vierde of zo was met het beertje. Dan heb ik het beertje door gedrukt. Ja. Die sloeg enorm aan. Dat was echt niet aan te slepen. Ja. En dat werd echt een gigantisch succes. Ja, als echt, dat viel me ook op. Met Wanna Play. Ja. Ja, grappig man, dat je dan. Je hebt het beertje eigenlijk, hè, deze? Ja. Ja. Wat vet. Ja. Maar dat was gewoon een beertje wat je gewoon bedacht van, ik ga een beertje erop. Nee, dat was die jongen, die Slush heet die tekenaar, die had dat gemaakt. Ah. En van hem gekocht. Slim.
Ja, toen had allemaal ontwerpen we een paar gekocht. En ook die zat ertussen. Nou, en die sloeg hem. Heel slim. Heel slim. En toen hadden we nou, deze laat zo aan. Maak nog een paar beetjes, hadden we gezegd. Ja. Nou, eentje was Let's Play. Dat was een vervolg op Wannaplay. Ja. Dat is Let's Play. En die andere was weer Wannaplay Pool. En dan had je nog een paar ontwerpen. En ze sloegen allemaal verkocht. Dat is niet normaal. Grappig. Kijk, voor mij is zo'n gesprek als dit extra bijzonder. Omdat ik heb dit... Zo dat ik zelf weet hoe die mensen eruit zien in die clips. Ik was zo gehypnotiseerd. Voor mij begon het met... Kijk, in mijn jeugd luister ik naar Gloria Estefan door mijn moeder en dat soort dingen. Maar mijn eigen muzieksmaak begon te ontwikkelen. Dat ik dus af en toe luisterde naar Tupac, naar YoMTV Raps. Dat volgde ik altijd. Maar die elektronische muziek trok me altijd. Tour Limited, ik was verliefd op Anita. Ik zag haar als kind. Ik denk, god, en Ray was een soort broer van mij die ik... Zo keek ik ernaar, zou je bedoelen? Dus op een gegeven moment toen ik die hele ontwikkeling zo meemaakte... en later heb ik zo persoonlijk ook ontmoet en leren kennen. Dus voor mij is het ook zo bijzonder van... hoe ik ook dit beleefde ook met jouw muziek. Ik kende alles uit mijn hoofd. Die layout, op de kaft stond jij op een gegeven moment... op een soort draaitafel, zo'n soort koningsketting. Zou je bedoelen? Ik dacht gewoon, ik let altijd op details. Ik dacht, deze gast, jongen, ik moet hem ooit ontmoeten. Maar ja, ik mocht toen nooit naar die feesten. Mijn moeder was heel streng. Ja. Jij gaat nergens. Je gaat helemaal nergens. Dus dat is grappig. Was je te jong voor de drugs? Ja, mijn moeder zei op een gegeven moment van... mijn moeder zegt, luister, you're a black guy. Waar ga je naar zo'n feest, naar bepaalde feesten? Daar word je niet... Weet je, je hoorde... Ik zeg, ja, maar muziek. Ik lette nooit, zeg maar, want ik was toen ook jong. Ik heb nooit echt op kleur gelet. Ik werd pas later bewust van... Daarna mijn black guy, ook vooral door mensen om me heen. Net als hoe kinderen opgroeien, die zijn nooit bewust van kleur... totdat ze worden aangesproken op hun kleur. Ja. Dus toen de tijd heerste ook dat ding van... ja, maar dat is niet de muziek waar je naar moet luisteren. En ik vond elektronische muziek... Ja, dat was eigenlijk al toen... Ja, inderdaad, vanaf het begin was er wel vooroordeel naar... terwijl juist, zeker in het begin was het gewoon juist een saamhorigheidsding... van we houden allemaal van dezelfde muziek. Ja. En er zaten ook donkere jongens bij. Ja. Had jij dat ook? Heb je dat wel eens gehad? Dat je zeg maar... Want je bent, volgens mij, je moeder is Duits? Mijn moeder is half Duits, half Litouws. Ja? Net na de oorlog natuurlijk was er nog zo'n soldaat die heeft blijven hangen of daar zo. Ik weet niet precies hoe dat zat. Ja? Maar goed, en mijn vader is in Indonesië geboren, maar mijn opa komt uit Suriname. Surinaams-Javaans. Ja. En mijn oma Indisch-Chinees. Chinees-Indisch. Bro, je bent multicultural, ja. All in one. Mijn naam is Surinaams, Elstak. Ja, ja. Maar, dat is een slavennaam. Ja. Elstak, Wijntak, weet je wel. Dat is allemaal slavennamen, zou je dat. Ben je ook met je culture ook opgegroeid? Heb je ook ooit daarin verdiept? Nee, eigenlijk nooit. Ik kwam een tijd geleden wel... kwam ik dan iets tegen op internet dan. Die vrijbrief van achter tante Elstak, die dan... door de eigenaar was vrijgekocht. Ja, kwam zeg maar. Ja? Zo'n brief van, nou, je bent geen slaaf meer, weet je wel. Die ging ook met hem. Dus ze waren toen ook een stelletje. Ja. Maar nooit zo bij stilgestaan eigenlijk, nee. Ik heb wel eens een Elstak journaal binnen gekregen. Dus dat een soort magazine van Elstak. Maar dat was de Surinaamse tak dan. Mm-hmm. Ja, dan zie je oude foto's. En het was echt gewoon... Ja, zwart zeg maar. Ja, ja, ja. Met die tijd, weet je wat het wordt. Ja, net na die slaaftijd of zo. En dan echt gewoon, hoe ze gekleed waren met al die kleuren. En, ja. Ja, dan denk ik zo. Dat is dan ook gedeelte van mijn achtergrond. Wel eens naar Suriname geweest? Of heb je dat zo? Nee, nooit niet Indonesië, nee. Oké, lijkt het je niet vet om... Nee, nooit aangetrokken, nee. Oké. Ja, ik ben echt wat over gewoon echt Nederlands. Ja, ja, nee, maar je hebt ook een interessante mix van de German, Litouwen en hoe heet. Dus je bent... Duitsland ben ik wel veel geweest, omdat daar zat familie voor mij. Dus daar gingen we vaak op vakantie. Ik ga juli voor het eerst naar Indonesië, dan naar Bali. Tof. Vakantie. Tof, nee, maar dat is gaaf. Nee, maar misschien, niet eens je familie, misschien heb je daar ook waarschijnlijk familie of iets wat ook interessant is om uit te zoeken, toch? Dat heb ik wel, zeker wel. Ik ken ze niet. Ah, ja. Ja. Bijzonder. Nee, maar ik vind het belangrijk om te zien waar mensen vandaan komen. Dat is ook onderdeel waarom je ook bepaalde dingen hebt. Eigenlijk, want mijn roots zijn past totaal niet met mijn muziek eigenlijk. Nee, maar
houses door black people bedacht. Dat is waar, dat is waar. In Chicago. Chicago, ja. Detroit. En weten veel mensen niet, maar het is wel... uit de gay scene, hè? Ja, ja. Dat is, dat was alles heeft een storyline. Ja, alles is zeg maar... weet je, en ook bepaalde dingen die we doen. En als mens zijn, alles komt ergens vandaan. Daarom is het belangrijk om te weten waar je vandaan komt. Want dat zit allemaal... Sommige vraagtekens die je hebt in jezelf. Dat je denkt, hé, hoe zit dit? Oh, dat komt daar en daar vandaan. Bewijsdrang. Ja, ja. Vuur. Ik heb meer, inderdaad dat wat ik heb... dat het meer komt uit hoe je gevormd bent... hoe het vroeger je situatie was of zo. Ja. En dat was meer... Ja, weinig geld, dus ik was altijd bang dat geld te missen, omdat je dan altijd bang bent dat er straks weer geen geld is of zo. Ja. En nu, de laatste jaren, heb ik wel geaccepteerd van, hey, weet je, dan maak ik gewoon geen muziek meer. Op die oude hits kan ik gewoon blijven draaien gewoon. Ja, booking for the rest of your life. Precies, dus dat heb ik losgelaten. Dus nu is het voor mij helemaal niet erg meer een weekend. Want ik heb sinds 2 jaar of zo, ben ik 1 weekend per maand vrij. Ja. Hou ik vrij. En wat doe je dan als je vrij bent? Ja, gewoon niks. Gewoon chill? Ja, gewoon niet draaien. Oh, wow. Van alles van, ja, familie. Er is altijd wat te doen. Ja. Maar, en dan merk ik wel van dat ik wel, vind ik het wel heel fijn. Om dan eventjes... En dan ben je ook niet bereikbaar? Dan ben je gewoon even gewoon... Nee, wel bereikbaar, maar ik ga gewoon, hoef niet de nachtleven in, zeg maar. Ja. En 3 weekenden per maand wel, dus echt volop aan de bak. Maar 1 weekend niet. Maar het lijkt alsof jij steeds meer met de jaren... steeds meer passie of zo. De meeste mensen, dat zeiden we net voordat we begonnen te opnemen... zeiden ook van, heel veel mensen stoppen op een bepaalde piek. Of die hebben maar 1 piek. Maar bij jou lijkt het alsof je nog een tweede jeugd erbij hebt gekregen. Een tweede... Weet je, op een gegeven moment, wat ik zeg, we hebben die hardcore tijd. Je maakt nog steeds hardcore. Maar er was ook een periode dat je bijvoorbeeld dacht van... hè. Wel, Elstak, doet hij nog iets? En bam, kwam je met New Kids. Turbo. Ja. Ja. Huh? Ja. En dan een kind van de duivel. Bam, je broer. En dan denk je, huh? Ja. Hoe was dat voor jou? Voor mij was het... Ik zei het altijd van, joh, ik had om de zoveel tijd heb ik gewoon geluk. Dat ik in één keer een klapper maak. Maar ja, andere mensen zeggen tegen mij... Ja, maar dat is toch geen geluk meer dan? Nee. Ja, misschien ook niet. Nee. Maar ja, ik zie het wel als gelukjes. Ja. Kijk, die 90s revival is gewoon natuurlijk... heeft mij ook gered natuurlijk op de tijd dat het slecht ging... met de hardcore op zich en alles. En toen kreeg ik die 90s en ik wilde dat niet draaien... want ik had mijn Happy Hardcore imago had ik helemaal van me afgegooid. Ik had ook wel offensive records, ik was stoer, grabber... moest hard zijn, weet je wel. De titels als Rage en Your Mother Sucks Cocks in Hell... en ACAB, weet je wel, dat was helemaal alleen stoere muziek. Dus ik wilde niet meer die kritiek krijgen van... ik word weer happy hardcore. Dus je had weer je credibility had je weer gebouwd in de hardcore scene. Van, ik ben wel die stoere guy. Ja, en op een gegeven moment kwam die revival van 90's... en er kwam steeds meer vraag naar een happy hardcore weer, weet je wel. En toen dacht ik, ja, nee, ga ik niet doen. Alles afgezegd. Op een gegeven moment toch over laten halen door B2S toen de tijd. Er hadden een happy hardcore feest. In Outland was het toen. En toen had je nog wel... hoe heet dat nou? Geen Twitter, maar op social media had je toen Partyvlog en zo. Partyvlog, oké. Okay. Ja, en daar is ook alleen maar gezeik natuurlijk. Partyvlog, alleen maar zuurpruim natuurlijk. Ja. En, dus ik heb het gedraaid. Nou, die tent zit helemaal ramvol. Het was super tof. En toen daarna, dacht daarna, kijk op Partyvlog. En ja, toen zag ik niks of zo. En denk, oh. Dus het kan wel weer eigenlijk, weet je wel. Dus, je was bang dat je weer gezeik zou krijgen vanuit de hardcore community. Ja, dus uiteindelijk trok ik me wel toen die kritiek wel aan. Ja. En dan kreeg ik weer het gezeik, weet je wel. Dus nee, niks. Ik denk, nou, oké. Okay, dus misschien kan ik het wel blijven doen. Dus dan heb ik wel wat meer aangenomen, die soort boekingen. Was dat ook de reden dat je ook stopte met het produceren van Happy Hardcore op een gegeven moment? Nee, dat was meer... Ja, het was ook op een gegeven moment... Oké. De radio ging het niet meer draaien. Het was gewoon even klaar. Het werd gewoon allemaal clubmuziek werd. Het was toen helemaal in. Trends kwam natuurlijk helemaal op en zo. Nooit overwogen om dat ook te gaan maken? Of? Nou, dat werd door door de platenmaatschappij wel gezegd. Van joh, Midtown, die eigenaar. Joh, je moet dat doen, joh. Kijk maar die en die. Zo, die hits. Kijk maar naar Koen Audi. Kijk naar die en die. Ja, maar ja. Je moet wel tof vinden, toch? Anders moet je het niet doen. Dus ik heb wel hardcore blijven maken. Toen kreeg ik in de hardcore scene wel weer een hele grote hit. Thrill Seeker, dat was een hele langzame hardcore eigenlijk. Maar dat is nog steeds heel populair. Dus. En een nummer als 98 to Piano was ook een heel ander soort stijl dan die keile gabber.
is ook nog steeds populair. Dus ik had wel toen al een soort van hits. Ja. Alleen niet geen top 40 hits, zeg maar. Wel in de hand gezien. Ja. Maar dat was ook het moment dat je ook je credibility weer terug aan het winnen was. Ja. En hoe voelde dat? Voelde op een gegeven moment, merkte je dat op een gegeven moment mensen zeiden... Dus dat eerst liepen de haters voorbij en later was het... Hey, you're back again, of zo is het. Aan wat merkte je dat het veranderde? Ja, ik wilde heel graag weer in de hardcore scene gewoon weer... credibility krijgen, zeg maar. Maar waarom dan? Waarom was het belangrijk voor je? Ja, dat was toch wel mijn muziek natuurlijk. Ja. En ik heb toch heel veel input erin gehad. Ja. Ja, dus dan... Voelt het als een soort afwijzing vanuit je familie of zoiets? Ja, misschien wel. Je wil graag erkenning hebben toch voor wat je doet. Ja, dat zit misschien ook in artiesten opgesloten, toch? Ja. Voel je dat je de waardering krijgt die je verdient? Ja, nu zeker wel, ja. Toen niet? Toen niet, nee. Nee. Op een gegeven moment ook door de afwijzing, door de grappen zelf. Maar ook in de media werd het ook altijd negatief afgeschilderd natuurlijk. Hè, de hele hardcore en zo. Ja. En vorig jaar... vorig jaar kreeg ik wel de erkenning via de Gouden Harp. Hoe voelde dat toen je die kreeg, hè? Ja, super trots natuurlijk. Dat was, toen heel lang geleden, toen in de Happy Hardcore tijd, heb ik de Zilveren Harp toen gekregen. Als talentvolle artiest, zeg maar. Ja. Maar dat heb ik heel anders beleefd eigenlijk. En nu ben ik veel bewuster met alles wat er gebeurt, zeg maar. Ik was toen ook jonger. Ja. Dus dat dacht je heel anders. Ja. En nu zie ik het allemaal wel... nu zie ik het allemaal wat anders. Je bent wat ouder, hè? Ja, nee, maar het is mooi om zo terug naar dingen te kijken. Maar ook, wat ik ook bijzonder vind, is dat je... Alles wat je hebt bereikt, heb je bereikt op basis van je gevoel en dat ongelooflijk geloof in jezelf. Ben je dat had ik niet altijd, hoor. Op een gegeven moment was je toch... Dus ik voelde me best wel... In de tijd, zeg maar, van Offensive Records, dat was toen keihard hardcore, maar om me heen waren dus die waren zo goed. Die maakten zo ook goede producties. En daar kon ik niet aan tippen. Want ik had ook niemand om me heen die mij naar dat niveau kon tillen. Want als je meerdere jongens om je heen hebt, die dan ook goed... Dan kun je elkaar, weet je wel. Maar ik had niemand om mij te helpen. Was je toen onzeker? Ja, zeker wel. Alleen, ik was toch succesvol met mijn sound. En leuk is dat het nog steeds heel populair is, die oude sound die ik toen maakte. Dat noemen ze dan Millennium. Maar in Spanje en zo, dan wordt het echt wel is het nog steeds heel groot. Zeg maar. Wel grappig. Dus jij was onzeker over je sound, omdat je dacht van, misschien niet goed genoeg, want je hoorde zeg maar andere producers die dan, ik wil naar jouw mening, iets toffers maakten, maar alsnog sloeg het aan en had je een hit. Ja, en dan gaan we zien dan, zeg maar. En gaan we zien, ja. De hardcore scene, ja. Want hoe groot is die, maar kun je daar goed van leven alleen als je in de gabber scene groot bent? Want ik heb daar geen... Ik ben nog nooit naar een gabberfeest geweest. Ik kan wel hakken, maar... Ik denk, ik kan hakken, bro. Ik ga zoveel meer luisteren. Ik ga moves, maar ik zeg je eerlijk, ze kunnen niet. Van mijn broertje geleden. Mijn broertje is opgegroeid in Amsterdam, maar op een gegeven moment verhuisd naar Opdam. En daar heeft... Dus via mijn broertje kwam ik... Nee, niet... Zijn vrienden van hem zaten diep in de gabber. Dus zij konden met die Cavello en die trains, maar konden ze echt goed hakken. Ja. En ik kon goed kopiëren. Dus ik dacht, dat kan ik ook. Dus, en ik zei, ga doen dan. Kon ik ook gewoon. Die verschillende stijlen toch? Mooi man. Die hak motions. Maar is die scene groot in de zin van, zou je als gabber DJ daar echt goed van kunnen leven? Is dat ja, als je goede business? Ja, wel, zeker wel, ja. Die gaat je al redelijk hoog hoor. Nog steeds? Of? Jawel, ja. Oké. Ja. Ja, daar kan je wel voor leven. Ja. Want er was een punt, hè? Dat vond ik wel interessant in je boek. Mensen gaan zijn boek checken. Ik wist niet eens dat je een boek had. Pas vorig jaar dat je een biografie hebt. Want ik dacht dat je... Want je had een ander boek, maar dat is niet echt... Nee, over dat deed je Rob samen. Ging over de house scene. Juist. Ja, de opkomst van de gabber en zo. Juist, maar dit is echt zeg maar je autobiografie. Ga de link hieronder zetten, kan je bestellen via Bob. Nou, hij is niet meer. Dus we zijn bezig. Er zijn de plannen om het nieuwe te schrijven. Dit een beetje herschrijven met een hoofdstuk erbij. Ja. Een paar hoofdstukken erbij. Want er zijn natuurlijk dingen veranderd. Mijn gezinssituatie is natuurlijk veranderd. Ik ben gescheiden en zo. Dus er zitten wat hoofdstukken komen erbij. En wat dingen dat ik vergeten ben komen erin. Dus ik kom eigenlijk een soort hereditie. Oh, tof. Ja. Dus dat, en ook in het geval wat jij zegt. Ik wist niet dat het was. Nee, dat is juist wel ook een beetje een probleem. Dus er is wel een grote uitgeverij die het wil gaan doen. Die een veel groter bereik heeft. Ja. Ja. Maar heb je nog eentje? Ik wil wel zo'n. Ik ga hem van je kopen. Dus ik wil zo die. Heb je nog een exemplaar? Ik wil de eerste exemplaar. Heb je die nog? Er zijn nog een paar exemplaren thuis. Ja, zeker wel. Ja, jawel. Ah, die komt wel van je regen, maar die vind ik wel vet. Dan moet je gewoon helpend houden. Ja, man. Vind ik vet. Ja. Vind ik vet. Nee, maar dat zijn iconische dingen. Ik had hier DJ Jean ook een tijd geleden. En die vertelde ook dat verhaal. Ik vind het mooi om te zien
dat je ook zo'n mooie geschiedenis achter je hebt, maar dat je ook nog steeds relevant bent. Ja, dat is eigenlijk altijd mijn drijfveer geweest. Omdat ik wil wel. Ja, dat zit dan nog steeds in mij. Als we dan ergens komen en op een feest met allemaal DJ's, iedereen is er, de collega's wel. Dan wil ik toch altijd eentje zijn die dan toch wel een beetje bovenuit steekt of zo. Nog steeds? Ja. En waar komt dat vandaan? Geen idee. Dat zeg je toch, you roots, bro. Daar zitten dingen in. Dat is bewijsdrang of ja, niet gezien worden. Als je dan weer een psychologisch... Maar besef hoe gek dat is. Je bent freaking succesvol. Je bent Paul Elstak. Ja. Mensen kennen jou toen je DJ Paul Elstak was. Nu ben je Paul Elstak. Legend. Snap je wat ik bedoel? Dus kijk wat je allemaal bereikt. Ja, ik denk dat ik soms niet besef, zeg maar, mijn naam. Soms zeggen mijn boekingskantoor ook en zo van Paul. Jij bent Paul Elstak, kom op. Je mag best wel meer uitstralen dat je wel Paul Elstak bent. En ik ben vaak, dan hoor je vaak gewoon te bescheiden. Ja. Maar waar komt het? Want ik zit in therapie en ik heb daddy issues. Want dat weten de kijkers van. Ik heb bijvoorbeeld, mijn bewijsdrang komt vanuit het feit dat mijn vader mij nooit het gevoel gaf dat ik goed genoeg was. Mm-hmm. Dus ik heb altijd en alles. Wil ik altijd meer. Het is nooit goed. Mensen zeggen, Fernando, je zit al langer dan 20 jaar in het radiovak. Ja. Top level. Bekende naam. Bekende naam. Ik ben geen vindingsluisteraar. Maar ik sta daar niet eens bij stil. Hè? Dus ik was laatst bij J Balvin's concert. Een van de grootste reggaetonartiesten. Ga ik backstage met hem. Zit ik daar. Zit hij te me omhelzen. Dankjewel. Weet je, jij hebt me altijd gesport vanaf het begin. Dit is een man met 54 miljoen luisteraars op Spotify per maand. Meer dan een miljard. Hij heeft 3-5 verschillende songs die boven een miljard streams zitten. En ik ben niet bewust van hoe bijzonder hij mij vindt. Ik denk, die overdrijft. Ja. Maar dat komt omdat ik dat soort leeg gevoel ergens heb vanuit mijn jeugd. Dus ik weet niet waar het van jou vandaan komt. Mijn ouders hebben me altijd waren nog heel gesteund. Die hebben nooit idee gegeven waar je wel trots op mij dat ik kon leren en dit en dat. En dus ik weet niet of dat daar... Was je band ook goed met je ouders ook? Was je ook close met ze? Ja, close. Ja, laat het zo zeggen. Ik heb een hele goede jeugd gehad. Mijn vader werkte wel veel, maar... We konden eigenlijk alles doen. Superleuk. Ik met mijn broertje. We gingen altijd over samen stappen. We gingen alles kon. Dus dat was nooit slecht of zo. Alleen, als ik nou kijk hoe ik zelf ben nu naar Chase toe, naar mijn zoontje. Omdat ik nu best wel veranderd ben. Ja, ik heb echt een hechte band met Chase, zeg maar. Weet je wel. En zo'n band had ik dan niet. Het was niet slecht, zeker niet. Ze hielden van je. Maar kijk, ik zeg elke dag tegen mijn zoontje dat ik van me hou. Dan kreeg je dat vaak door als kind? Of? Nee, niet. Ja. En niet dat het niet zo was, maar het is toch anders, weet je. Dat je dat gewoon zegt. Ja. Maar misschien kan er ook die bewijsdrang in zitten. Hè? Geen idee, Je bijzonder willen voelen. Ik weet niet, ik ben geen therapeut, maar ik merk wel dat heel veel mensen die ik spreek of dingen... Heel veel dingen die je nu meemaakt of ervaart of voelt en die je soms niet begrijpt, die komen echt van way, way back. Soms heb je niet eens door. Dat draag je het gewoon met je mee. Nou, kijk, ik hoorde het dan toen de tijd wel van Christel zelf dan. Die leert daarin, die doet nou ook hypnotherapie en zo. En je komt er ook allemaal altijd mee. En altijd alles komt van vroeger van, weet je wel, dat zal best wel. Alleen soms denk ik ook wel zoiets van, nou ben je echt ook aan het zoeken of zo. Ja, soms zijn dingen zoals ze zijn, weet je. Ja. Je kan niet, we moeten niet alles altijd ergens herleiden, ik weet niet. Maar ze zeggen ook, de mensen die je in je leven tegenkomt, die helpen je ook allemaal. Met die mensen maak je stappen. Welke stappen maakte jij met Christel die je voorheen niet maakte in je vorige situatie? Dat bewust worden van, bewust worden van heel veel dingen. Maar ook, wat ik ook zeg, een goede band met je kinderen. In het hier en nu leven, weet je wel. Dus niet alleen maar daarmee bezig zijn van dat was straks moet ik dat doen. En dat wel denk ik zeker, Vet. En ook, wees er ook voor je gezin, weet je, quality time. Ja. Bizar, man. En bewustwording ook met dieren, zeg maar. Weet je, dus door haar ben ik ook vegetariër toen geworden. Oh, serieus? Ja. En ben je door haar ook, zeg maar, meer van dieren gaan houden? Want volgens mij heb je ook een dier uit Curaçao toen ook geïmporteerd. Ja, dieren houden. Hond op zich.
ja, het is niet zo dat ik echt heel hou van dieren, zeg maar. Ja. Ik vind dieren heel mooi. Maar bijvoorbeeld een andermans hond, ja, hoef ik, kan ik, ja, daar heb ik niet gelijk van zo, weet je wel. Het moet wel een bepaalde soort hond zijn of zo, noem maar wat. Maar niet dat ik alles gelijk tof vind of zo. Ja. Je hebt ook van de kutbeesten bij zitten gewoon. Zo. Ja. Ja, ik ben bang voor honden. Nee, ik ben niet bang voor honden. Maar ik had ook niet, ik heb er nog 4 thuis rondlopen. 4? Ja. Wel bijna eens komen. Maar 4. Die honden, daar hou ik wel van natuurlijk. Ja. Die hoe groot zijn die honden? Zijn ze... Middelgroot zo. Wat voor honden? Ja, Curaçao noem je. Ja, je ziet ze wel vaker noemen. Die weet je, dat licht bruinige. En eentje meer, rijk meer Rottweiler-achtig. Oeh, ja. Als ik een Rottweiler zie, ben ik oeh. Of een Doberman, dan ben ik oeh. Of dus misschien, ja. Misschien is het cliché, maar waarom zijn donkere vaak bang voor honden? Ik zou het echt niet weten, maar dat, misschien komt het ook vanaf, ja, als ik... Dat is toch zo, of niet? Ja, ja, dat klopt, heel veel. Ja. Ik heb ook vrienden van mij die gewoon honden hebben, maar ik kan voor mezelf spreken, als kind zijnde werd ik altijd, zeg maar, door een hond in de buurt, ik weet niet, alsof hij zag van, ik ga hem pakken. Altijd zat hij me achterna. Ja. Altijd rende hij me achterna en dan rende ik, zeg maar, zo snel mogelijk de bus in. Ik weet niet, vanuit daaruit. En dat is ook, ik maar weet niet wat die hond denkt. Van honden, moet ik zeggen. Ik merk het bij honden ook. Die honden zijn gewoon racisten, denk ik. Ja, ja, kan ook. Nee, maar, daar komt ook ergens vandaan misschien. Ja, dat is een gevaar, denk ik. Als je ook met al, als je met een hoodie opkomt ook, dat zien ze als zwart. Ja. Zwart is voor hun gevaar of zo. Ja, racist dat, dogs. Ik moet zo een beetje dingen bij gaan leren. Waar dat vandaan komt, ik weet het niet. Kijk, ik bedoel, maar dat is wel een feit, ja. Dat klopt wel. Ik heb niet zoveel met honden. Ik vind katten ook leuk, maar op afstand. Ik weet het. Ja, ik had er ook niet zoveel mee, dat vind ik maar... Ja, die lopen maar rond en die schijten gewoon zo'n ding. Dat hele huis stinkt vaak. En, ja, ik ben ook allergisch voor. Ja. Dus, ja, ik weet niet. De hond is meer, die komt naar je kruipen. En, ja. Katten hebben dat ook wel, maar een of andere manier, die, ja, ik weet het niet. Nee, ik kom ook altijd naar me toe. En dan springen ze weg en dan heb je die nagels weer in je been. Ja, ja. Nee, vissen zijn allerleukste. Ik heb vissen voor mijn zoontje gehaald. Dus hij heeft gewoon een aquarium met vissen. Niks aan de hand. Ja. Een beetje verwisselen af en toe het water en dat soort dingen. Makkelijk, ja. Gewoon spannen. Nee, honden zijn gewoon echt leuk. Want dan, ja, als je thuis komt, dan s'nachts naar het werk. En dan staan ze 2 uur en staan ze altijd op te wachten. Oké. Okay. Helemaal springen, helemaal blij. En, ja, het zijn natuurlijk ook trouwens een, altijd trouw. En, they got your back. Ja, ja. Nee, dat het zijn toch, ja. Ja, zeker als je alleen bent ook bijvoorbeeld. Is het wel leuk als je een hond hebt, zeg maar. Ja. Het is toch een partner of zo van je. Ja. Maar hoe is het nu om alleen te zijn? Want je bent een tijdje samen geweest. Nou, ik ben niet, nog niet helemaal alleen. Oh. Ik heb een paar jaar geleden hebben we dan mijn schoonmoeder in huis genomen. Want die zat ook in een scheiding. En die zit er nog steeds. Die is nou pas een huis gevonden eindelijk. Want het was best moeilijk om iets te vinden. En dus in juli is zij ook weg. Dus dan ben ik echt alleen. Nou heb ik natuurlijk de honden nog. En ik heb Chase heb ik dan een paar dagen in de week. Ja. En soms weekenden erbij. Het is ook wennen toch, volgens mij, dat je dan eerst een soort gezinsleven hebt en dan... Ja, dan is het ineens, als je dan een keer echt helemaal alleen bent, dan dan zeg ik echt zo van... Ja, ik kan dat doen wat ik wil, maar wat moet ik nou doen, weet je dan? Ja, ja, ja. Ja. Maar ga je voor de derde keer trouwen, denk je? Ik ga nooit meer trouwen. Hoezo niet? Nee, dat had me zoveel geld gekost. Ja. Nee, dat... niet meer op... trouwen, weet je. Ik zou heel graag een leuke partner willen hebben. Waar je het leuk mee hebt. En waar je alles mee kan delen. Dus dat is superleuk. Weet je, als je thuis komt, dat er iemand is voor je. Dat zou top zijn. Ja. Maar ja, dat komt er wel. Ja, genoeg. Iedereen zegt, paal. Nee, ja, precies, maar dat, ja. De goede vinden is moeilijk. Dat weet ik niet. Nee, de goede vinden. Ik denk dat sowieso, als je bekend bent, is het heel moeilijk om eigenlijk te filteren wie echt met je is. Dat is zeker, ja. Ja, dat geldt voor, ja, BN'ers geldt dat natuurlijk, maar ook voor mensen die veel geld hebben, dan weet je ook niet echt wat de intenties zijn natuurlijk. Ja. Vaak is BN'ers, dat staat gelijk aan geld of status. Ja. En sommige mensen doen alles voor status. Hè? Die willen gewoon met jou omgaan. Puur van, ja, ik ben de vriendin van. Of ik, weet je met wie ik nu date? Ja. Of weet je, dat je, ja. Dus dan denk ik, serieus? Dan denk ik, zou ik dat ooit zeggen als ik... Nee, ik weet niet of ik dat ooit zou zeggen. Als ik zoveel is dat daten met ja, nou ja, je mag wel trots zijn op je partner. Dat is veel meer. Weet je, op zich. Van, ja,
En je hebt soms vrouwen. Dat is niet meer erg. Ja. Maar het moet wel zijn, je moet iemand wel echt leuk vinden. En niet alleen maar, dat moet niet de enige reden zijn. Ja, zo. Moet dat meer zijn. Ja. Maar wat ik altijd me altijd afvraag. Ja, als ik met, hoe heet die vrouw, Sofia Varga of zo, zou gaan. Ja, oh, Sofia Varga, oh ja, die. Dan zou ik het ook tegen iedereen zeggen. Ja, ik hoop het. En gelijk zit er nog wel, zo veel. DJ, wat? Nee, maar wat ook grappig was, zeg maar met die. Hoe was die New Kids op jouw pad gekomen? Dat vond ik een hele interessante collaboration, die Turbo. Dat was echt. Die zag ik nooit aankomen, namelijk. Want het was, die had je wel aanzien komen, denk ik dan. Had wel gekund hoor, want. Op een gegeven moment kreeg ik. Berichten van mensen, ja, nee, je muziek wordt heel veel gebruikt bij gasten, weet je, op Comedy Central. Nou, dat waren sketches van New Kids. New Kids waren dat. En die gebruiken bijna altijd alleen maar mijn muziek. Ook die oude gabbenplaten. Ik dacht van, hé, dat is van mij, joh. Dat was ik nog vergeten, zo, die oude nummers. En op een gegeven moment kwam naar buiten van, we gaan een film maken. En toen dacht ik van, hé, zo is het bij mij terechtkomen. Want ze gebruikten alleen maar mijn muziek. Dus ik had het zelf al gehoopt, zeg maar. En als je die sketches allemaal gezien had van hun, dan had je wel kunnen weten dat er wel in ieder geval, ja, als er muziek zou komen, dan was het niet zo raar dat het van mij kwam. Ja, maar ik zou bijvoorbeeld denken, ook omdat op basis van jouw verhaal, van hoe jij bent van met Credible en zeg maar voorzichtig zijn met buiten je hart. Daarom zag ik hem niet aankomen. Nee, okay, zo meer, ja, snap ja, ik bedoel? Okay, want ja, zeg maar, ja, je had ja, al ja, een ja, soort imago met, ja, in de hardcore wereld. Ja, en toen, ja, en als je bijvoorbeeld happy hardcore deed, dacht ze, you sell out! Dus ik denk, deze man gaat dit nooit doen. Nee, dus vandaar dat ik er niet zo aan kon. Dat had ook de andere kant op kunnen staan. Maar goed, ja, ik vond het wel weer tof, omdat ze ook die muziek gebruikten. En ik vond hun echt grappig, weet je wel. Dus ik vond het eigenlijk wel tof dat ze kwamen. En natuurlijk, het is een soort van gimmick-achtig iets. Maar je merkt toch ook wel dat daar de waardering wel is, zeg maar. Het is niet belachelijk maken, maar er zit wel. Geniale gasten. Echt goed. Ze waren echt fan van mij, weet je wel. Ja. Dus, ook Tim Haars, ook een super creatieve guy ook. Ja. Hij, wat ik ook niet wist, is dat hij ook meewerkt of mee heeft geschreven aan de hit van Joost Klein. Ja, hij heeft dat. Ja, welkom in Europa, jongens. Ja, Europapa. Ja. Ja, ik zag ook zijn naam in de credits, jouw naam ook. Ja. Hoe is dat, zeg maar? Ik heb met hem niks mee te maken gehad. Ik heb alleen maar, van Teun van Tantoo Beat, zeg maar. Teun, ja, die de muziek maakt voor Joost. En Joost dan, zeg maar. Die hebben mij gevraagd of ik ze wilde helpen met een stukje. Ja, het laatste stukje, zeg maar. Ja. Of ik daar mijn sausje overheen wilde gooien. Dus ik heb die sporen gehad voor dat stukje, zeg maar. Daar heb ik aan gewerkt. Maar voor de rest, ja, niet. En later, toen het af was, toen hoorde ik pas ook dat Tim Haas erin zat. En ja, ik wist ook niet bijvoorbeeld meegeschreven had. Die hebt waarschijnlijk ook. Ja, Maradona heeft ook eraan. Bizar. Want ik, dus maar was, ik weet wel, een tijd geleden kwam ik wel eens tegen bij, moest ik ergens optreden, was hij er ook. En dan zei hij, Joost, je moet echt wat met Joost doen. En ik zeg, ja, ik heb toevallig al met Joost gesproken. We gaan een keer wat doen. Ja, jullie zijn echt goede mensen. Jullie moeten echt wat doen, dit en dat. En zo'n goede vriend ook van Joost, Donnie. Ja. Dus ja, en uiteindelijk is het dan van gekomen. Maar een echte samenwerking is er nog niet. Die komt er wel aan. Dus dat is. Maar dat komt hierna, zeg maar. Dus er moet nog een song komen. Dus voordat deze kwam, was er een soort. We zouden al iets samen gaan doen. Ah, vet. En toen je deze versie hoorde en je moest je Elstak sausjes erover lezen, zag je al precies wat ze bedoelde? Zeg maar dat je dacht van, hey, Europa. Nee, want de hele tekst was nog helemaal geen niks. Er was gewoon een stukje muziek en dat ging ik gewoon mijn sausje overheen gooien. En ik had ook helemaal niet verwacht dat dat iets zou worden of zo. Ik denk, ja, het zal wel. Ja. Het was er ook helemaal niet uitgekozen toen nog. Hè. Dat was gewoon, hij zou meedingen. Ja. Hij zei van, ja, ik ga meedoen. Ik wil gewoon met zo'n festival meedoen. En wat dacht je toen? Van, dit liedje naar het festival? Ja, ik denk, nou ja, het zal wel. Maar dat gaat nooit gebeuren natuurlijk. Ja, niet verwacht. Wauw. Ja. En dan komt hij ook nog eens op tv en iedereen heeft erover. Hij staat nu, hij is trending overal. Ja. Op het moment, want wat ik dus dacht van, ja, wel jammer, hij is gedisqualificeerd. Mm-hmm. Balen. Mm-hmm. Ook voor jou, want je had misschien kunnen winnen met een track. Ja, ik weet niet of we hadden kunnen winnen, want de prognoses waren dan niet wel hoog, maar niet als één. Maar uiteindelijk denk ik, dat wat nu allemaal gebeurd is die track eigenlijk nog
veel meer impact gekregen dan als hij misschien tweede of derde had geworden. Ja. Hij is nog groter nu. Ja, sowieso bekender en groter als de winnaar. Ja. Kun jij Kjert zingen? Ik weet niet wie de winnaar is, bro. Nee. Toen hij eruit was, heb ik niet meer gekeken. Zo ben ik. Ja. Is klaar. Ja, maar ja, dus had ik niet leuk meer. Nee, want dat is van... Ja. 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 Wat bizar. Maar heb je hem nog gesproken daarna? Of? Nee, hij is helemaal van de radar, zeg maar. Ja. Ja. Ik, ik laat hem ook even met rust, weet je. Ik doe lekker... Ik ben sowieso trots op die guy. Hij heeft het gewoon tof gedaan. Ik bedoel, zeker, hij heeft iets nieuws gebracht. Nieuwe frisse sound. Elstak ook, zeg maar, erin gegooid. Ja, vind ik vet. Ja. Ik vind het vet. Ja, en dat hakken is natuurlijk heel leuk. Dat, snap je? Ja. Ja, heel Europa ging hakken, zeg maar. Ja, in heel Nederland. En ja, de puristen vinden natuurlijk weer helemaal niks. Dat hakken, ja, dat is van ons. En dan mag niemand denken, ja. Ja, die puristen hebben altijd iets te zeggen. Maar wereldwijd, bro, sta je nu in de Spotify charts. Met deze song. Ja, wat zat nummer 32 of zo van top 50 van de wereld. Van de wereld! Ja. Ja, is normaal, hè? Ja, maar dat zeg ik toch. Maar jij noemt dit soort dingen geluk vanuit jezelf. Maar ik geloof gewoon... je bent op de juiste plek. At the right time. En omdat je bent wie je bent. En je hebt, zeg maar, ook jouw sound eigen gemaakt. Daarom word je gevraagd ook om die sound toe te voegen. Dus je bent... wat met elkaar te maken. Maar ja. Had je het ooit kunnen bedenken dat je gewoon mee hebt gewerkt aan een songfestival? Nee, zeker niet. Nee, want het was ook totaal niet iets waar ik naar... Wat mijn doel is of zo, of mijn droom was. Kijk, voor hem was het een droom om daar te staan. Ja. Dat had ik niet. Was ook echt zijn droom? Ja. Okay. Ja, daarom wilde ik mee. Dat was echt zijn droom om daar te staan. Dus uiteindelijk is het wel gelukt. Want hij heeft daar ook gestaan. Alleen niet in de finale ronde. Maar uiteindelijk heeft hij er ook wel gestaan. En hele hoge ogen gegooid. Want het is niet onopgemerkt. Nee, zeker niet. Nee. Ik denk dat we deze editie ook zullen herinneren op basis van zijn performance. Ja. En wat er omheen is, zeg maar. Misschien dat over zoveel jaar, dan denken ze niet meer aan de winnaar. Denken ze nog steeds aan die commotie. Eigenlijk is hij de winnaar. Ja, eigenlijk wel. Als je ja. kijkt naar bijvoorbeeld de exposure en de aandacht. Ja, ja zeker. Ik vind het alleen heel sneu dat het zo moest lopen. Want als jij zegt van, als hij het graag wilde doen. Ja. En dat het zo, moet aflopen. Ja. Wat dat betreft gebeurde dit. Ik weet niet wat er precies gebeurd is. Op basis van wat er wel naar buiten is gekomen. Ja. Dan zat hij in de verkeerde tijd. Is dat 10 jaar eerder gebeurd. Dan krijg je er geen haan naar. Ja. Maar tegenwoordig mag je niks meer. Wordt alles gelijk. Weet je wel. Wordt onder vergrootglas gezet. En lange tenen tegenwoordig. Of ja, niks kan meer. Weet je wel. Dus ja. Dat betreft was dit de verkeerde tijd dat dit gebeurt. Ja, nee, maar sowieso ligt heel veel onder een vergrootglas. Weet je, maar ja, die verhalen zijn gewoon gek. Want de ene keer hoor je dit, dan hoor je weer dat. Ik weet tegenwoordig, zelf als mediamaker, weet ik nooit wat ik moet geloven. Omdat ik nooit weet wie het bericht schrijft. Ja. Omdat ik zo bewust... Je moet weten wie het bericht schrijft. Ja, want als ik niet weet wie het bericht heeft, dan weet ik nooit of het waar is of niet. Zo zie je het heel goed. Zo zie ik ook heel vaak. Ik ben wel... sinds corona eigenlijk ook best wel bewust geworden dat je kritisch moet zijn. Mm-hmm. En je moet ook weten wie wat schrijft. Ja, altijd naar de bron. Dat is ook in deze podcast stel ik altijd vragen zodat mensen zelf antwoord kunnen geven. Wordt er nooit ingeknipt. Tenzij de gasten zeggen van ja, misschien dat stukje. Oké, maar over het algemeen is er, omdat ik wil over 10, 15 jaar, als mensen naar een interview van jou kijken, dan zeg ik van hey, laat me even 1,5 uur, 2 uur op Elstak kijken. Oh, is hij daarop gegroeid? Oh, wat vet. Ja. Uit jouw mond. Zonder dat ik een soort halve rare edit moet maken. Dat je naar Wikipedia gaat. Ja. Waarin staat mijn vader Natalie Elstok is. Ja, dat bedoel ik. Ik kan helemaal de klop hebben. Nee. Nee, maar ik vind dat heel belangrijk. Om documentaties te maken. Gesprekken. Ik had hier ook, wat ik al zei, Def Rhymes. Mm-hmm. Ik kreeg zomaar een opwelling. En ik belde hem 1,5 jaar geleden op. Ik wil een interview met jou doen. Hij zei, ja, ik hou even interviews. Ze zeggen, nee, lijkt me toch tof. Omdat ik wil dat mensen jouw verhaal kennen. Hoe je bent begonnen. Waar je vandaan komt. Hoe het allemaal. Want we kennen de hits. Ik ken hem van vroeger. Ik stond in Midtown. Hun kwamen altijd bij mijn platen luisteren. Ik ben gek van die gasten. Die gingen alleen maar luisteren. Die kochten nooit wat. Ja. En je kwam ook tegen ook bij optredens en zo. Want ook de 90s feesten en zo. Daar had hij ook heel vaak op.
Nee, ik, wat ik van hem altijd tof vond, is zijn positiviteit. Ja. Die energie, de grappen. Dat was echt zo'n... een grapmaker altijd. Zijn, ja. En een dikke classic op zijn naam staan. Ja. Die schudden. Is dat met, ook met Clubhead toen? Nee, Clubhead was gebaseerd op een nummer van DJ Show. Ja, had Clubhead niet geproduceerd. Ja. Door Chanel van... Maar wel, ja. Oh, even checken. Ja. Oh, grappig. Dus die ADN, die verdiende daar ook aan. Volgens mij wel. Het was zo van... Dat is van Love... Come Home... Ja, voor mij was het Clubhead. Ja, volgens mij Love Come. Ik even zoeken. Oh, Love Come. Want dat nog steeds de dag van vandaag, als je dat hoort, het is gewoon een banger. Ja. Wat grappig was, een soort full circle. Want had ik dus ook DJ Jean. En die ging ook vertellen van hoe het komt dat zijn naam wordt genoemd in die song. Hij zegt, ja, ik kom Def Rhymes tegen. Def Rhymes vroeg me van, kan ik het gebruiken? Ja, die belde hem op en zei van, ja, moet je wel mijn naam zeggen? Daarom zegt hij, dit is de bobbeling remix van DJ Jean. Ja, ja. En ik dacht, als kijker en als muziekliefhebber, dat DJ Jean die remix had gemaakt. Nee. Want DJ Jean had de remix niet gemaakt. Maar maakte hij geen muziek. Nee, ja. Nou, was crazy interesting. Maar ik vind dat wel weer een soort apart dat... hij had natuurlijk de hit met... maar dat was natuurlijk geen hip-hop. Dus echte hip-hoppers vonden natuurlijk helemaal niks. Ja, die hadden ook weer klachten. Die vonden het ook weer... Maar dat was ook toen de tijd... Ja. Ik vond het toen... Ik heb heel veel gewerkt met Carlos en Eli. Die waren mijn MC's altijd. Maar die waren een van de eigenlijk in die tijd een Holy Noise hadden kunnen als MC's. En zij rapten dan over James Brown is Still Alive, die plaat, weet je wel. Ja. En er waren weinig die dat wilden doen, hoor. Want dat was allemaal van, house, niks van huis. De house werd gezien als een soort ziekte. Ja. Vroeger, sell-out. Nee, dat kunnen we niet doen. Precies. Maar dan zeg je dat wel gewoon. Ja, want ik zeg toch van heel veel mensen die ik dan ken uit mijn jeugd, die er om me heen, die zeiden van, nee, als ik zei bijvoorbeeld, ik luister house muziek. Zie toch? Het is toch vette muziek en het is ook black elements erin. Nee, man! Nee. Oké, dus jij denkt dat alleen maar hip-hop black culture is, maar house komt ook uit black culture. Ja, maar dan nog, maakt niet uit, als klassieke muziek is ook goed. Vind je het leuk en dan maakt het niet uit waar het vandaan komt. Nee, maar mensen hebben associaties met, dat is wat ik zeg, met het hokjesdenken. Heel veel mensen zitten vast in hokjes. Ik hou ervan, juist wanneer mensen... Ik vond het heel tof toen David Guetta met rappers ging werken. Met R&B-zangeressen. Met Kelly Rowland, dat hij met haar liedjes... Mm-hmm. Ik hou van wanneer muziek met elkaar mixt en matcht. Ik hou van samples. Ik hou van wanneer je kan horen dat iemand... Of de andere kant op, hè? Dat Beyoncé een country nummer gaat doen. Ja, nee, maar snap je? Dus ik vind het juist tof aan muziek. Wat je in het begin van het gesprek zei van die vrijheid. Op een gegeven moment is heel veel vrijheid ook... ingeperkt natuurlijk ook met de samples. Want vroeger keek niemand om als je samples gebruikte. Nee, ja. Maar later kwam de samplepolitie. En toen kreeg je allemaal claims. Ja, dat begon volgens mij toen een beetje met James Brown. Hè? Die was een van de eerste. En het lullige was dat hij dan soms geld kreeg voor dingen wat hij helemaal niet gedaan had. Dus dan zat er een stukje trompet in. Werkte hij mee met de Meters of zo, weet ik veel. Maar in ieder geval. Dus kreeg hij er geld voor. Terwijl omdat het op zijn plaats stond. Ja. Alleen... James Brown had dat trompet dingetje had hij helemaal niet ingespeeld. Ja, en ook die funky drummer. Maar ja, die had hij helemaal gespeeld. Maar hij kreeg wel de geld. Ja. Terwijl degene die het ingespeeld had... Die is toch, is toch ziek? Ja, raar, hè? Voordat we zo afscheid van je nemen... Wat ik ook altijd belangrijk vind is... Hoe kan je... wat zou je de nieuwe DJ's mee willen geven aan advies? De nieuwe DJ's? Sowieso... Zoek voor jezelf eerst uit wat jij echt tof vindt. Ja. Dus ga niet zeggen van nou, dit is nu in, dus dat ga ik doen. Want als het niet meer in is, dan wat ga je dan doen? Weet je, doe iets waar je echt, want anders je moet iets doen waar je hart ligt, zeg maar. Anders ga je het niet lang volhouden. En daaraan, als je dat eenmaal weet, dan zorg dat de muziek uitkomt. Als je zelf niet kunt produceren, zorg dat anderen iets voor maken. Maar tegenwoordig moet je gewoon muziek uitbrengen om op te vallen als DJ. Ja. Mensen gaan niet luisteren hoe je een goede mix. Mensen willen gewoon een hit zien en daarop gebaseerd ga jij draaien. Dus je moet echt muziek uitbrengen. Dus dat kost heel veel tijd. En tegenwoordig is social media net zo belangrijk eigenlijk. Dus je kan goede muziek uitbrengen, maar als niemand weet dat je wat uitbrengt... Klopt. Dan schiet het nog niet op. Ja. Dus dat is ook heel belangrijk. Dus tegenwoordig is het heel anders dan vroeger. Ja. Wat hoop jij
Als je er niet meer bent, je gaat er nog heel lang zijn. Wat hoop jij dat de legacy is van Paul Elstak? Nou ja, eigenlijk is die er al. Toch? Ja, als mensen over de jaren 90 praten, ja, dan komt altijd Happy Hardcore voorbij. En mijn naam komt altijd voorbij. Hoe wil je herinnerd worden? Zeg je? Hoe wil je herinnerd worden? Nou ja, als Godfather, grondlegger. Maar wel iemand die ook een goed persoon is. Vind ik ook belangrijk. Dus niet, je kan heel populair zijn, groot zijn, maar dan lul zijn of zo. Weet je wel? Dat is dat mensen eigenlijk wel niet zo echt mogen of zo. En ja, ik vind het wel fijn als je mensen die ook als een goed mens zien. Ja. Mooi. Ja. Real Talk met Paul Elstak. Je weet het. Hij gaat binnenkort weer terugkomen. Want we willen nog allemaal nog meer dingen van hem weten. En je weet hoe deze podcast gaat. Komt deel 1, 2, 3, 4, 5. Dus hij komt snel weer. Ik vond het een eer om je sowieso op mijn podcast te hebben. Ja, leuk. Ja. Er is nog zoveel te bespreken nog. Want eigenlijk, ja. Ja, deel 2. Ja. Deel 2. Die gaan we gewoon, deel 2 gaan we voor een paar maanden weer doen. Ik vind het gewoon tof. Ook om je te introduceren aan mijn luisteraars, mijn kijkers. Weet je, van, voor mij betekent je heel veel. Als kind zijn heb ik de fijnste herinneringen gehad in een bepaalde periode. En daar zat jij ook in. Dus ja, voor mij is dit echt heel huge. Graag gedaan. Ja, snap je? Nee, maar dat mag gezegd worden. Ik bedoel, we doen dat heel nuchter in Nederland. Maar het mag gezegd worden van, je bent echt een icoon. En je bent ook een pionier. Hoe je dingen hebt bedacht. Hoe je dingen voor je hebt gezien. En je blijft alsnog muziek maken. Dat is vet hoor. Dat kan je niet. Zo ben je nog steeds very passionate. Gewoon tot de dag van vandaag. Volgens mij ga je niet stoppen. Nee. Hardcore never dies. Paul never dies. Real talk, Paul Elstak right here. Real talk. Keep it hard, keep it banging. Nando Leaks. Abonneer, like, subscribe. Je weet wat je moet doen.